Een mistig dagje. Peppa en George gaan vandaag naar de speeltuin. Zullen we met de auto naar de speeltuin? Nee, we lopen. Kijk, het is echt niet ver weg. De speeltuin is inderdaad vlakbij. Goed dan, we lopen. Deze kant op allemaal. Wij gaan naar de speeltuin, wij gaan naar de speeltuin. Oh, waar is de zon nou heen? Geen paniek, Peppa. Het is gewoon mist. Wat is mist? Mist is een wolk die op de grond zweeft in plaats van in de lucht. Oeh. Het is wel dichte mist. Ik zie helemaal niks meer. Misschien moeten we terug naar huis. Ja, we gaan wel een andere keer naar de speeltuin. Oh. Het is te mistig om naar de speeltuin te gaan, dus moeten Peppa en George terug naar huis. Goed. Welke kant moeten we op? Zijn we verdwaald, Papa Big? Rustig maar. Ik weet precies waar we nu zijn. Hierheen. Wat doet die boom daar? Papa Big is tegen een boom aangebotst. Ben je nog heel, Papa Big? Ja, niks aan de hand. Hierheen. Papa Big, weet je waar je naartoe gaat? Ja, natuurlijk wel. Ik geloof dat we ons huis nooit meer terugvinden. Ik weet zeker van wel, Peppa. We zijn al in onze tuin. Oh, dat zijn de eendjes. Hallo, mevrouw Eend. Bent u de vijver soms kwijt? Wij zijn ook kwijt. Wel nee, Peppa. Ik weet precies waar we zijn. Tot ziens weer, eendjes. Succes met het vinden van de vijver. Oh! Papa Big heeft de vijver gevonden. Wat een geluk! Ja, ik ben een geluksbig. Papa, mevrouw Eend zegt dank u. Heel graag gedaan, mevrouw Eend. Goed. Dan gaan we nu naar huis. En we gaan deze kant op. Hallo! Horen jullie ook iets? Ja, ik dacht dat ik iemand hoorde zeggen. Hallo! Het is Mevrouw Konijn, samen met Kelly en Kareltje. Hallo, Peppa. We zijn verdwaald. Hallo daar, Kelly. Wij zijn ook verdwaald. We waren op weg naar de speeltuin. Wij dus ook. Maar het is veel te mistig geworden. Kom mee allemaal. We wachten thuis totdat de mist is opgetrokken. Papa Big, weet je waar je naartoe gaat? Ja, natuurlijk wel. Hierheen. Ja, Papa Big. Aha. Ik heb onze heuvel gevonden. Nu zijn we zo thuis. Hoera! Ons huis staat namelijk hier. Oh, Papa Big heeft een ladder gevonden. Dat is raar. We hebben toch geen ladder in onze tuin? Alle biggen. Kan je zien waar we zijn, Papa Big? Heel erg goed zelfs. Papa, waar zijn we dan? Kijk zelf maar even. Oké. Wauw. Wauw. Ik kan alles ineens weer zien. De mist trekt snel weg. We zijn in de speeltuin. Hoera! Wee! Wij zijn in de speeltuin. Wij zijn in de speeltuin. Joepie! Wip-wap, wip-wap. Papa, mama! We zijn in de speeltuin. Maar dat is een gelukje, want ik dacht dat we naar huis gingen. Ja, ik ook. Misschien waren we toch wel een beetje verdwaald. Sportdag! Vandaag is het sportdag op school. Peppa en al haar vriendjes doen mee. Het eerste onderdeel is hardlopen. De kinderen moeten zo hard mogelijk rennen. Ik denk dat ik ga winnen, want ik kan heel hard rennen. Ik ben sneller dan jij. Klaar voor de start. Ah. Ik Ik ren wel 100 kilometer per uur. Ik ren wel 1 miljoen kilometer per uur. Peppa, Suzy, stop met kletsen en ren. Oh. Kelly Konijn gaat aan de leiding. Corrie, Peppa en Suzy lopen helemaal achteraan. Zet ons Kelly! Kelly Konijn heeft gewonnen. En Peppa en Suzy zijn de laatste. De winnaar van de wedstrijd is onze Kelly Konijn. Hoera! Dank u wel. Ik had vast gewonnen als jij niet tegen me had staan praten, Suzy. Kom, kom, Peppa. Onthoud maar dat het niet om het winnen gaat, maar om het meedoen. Ja, papa. Het volgende onderdeel is het verspringen. George en Karel kijken wie het verste kan springen. George, ren zo hard als je kan en spring zo ver als je kan. George, klaar voor de staart. Af. George sprong zo ver als hij kon. En nu is Karel Konijn aan de beurt. Als Karel geen aanloop neemt, zal hij niet zo ver springen. Karel, klaar voor de staart? Af. Karel heeft verder gesprongen dan George. En de winnaar is Karel Konijn. Hoera! George, onthoud maar dat het niet om het winnen gaat, maar wel om het meedoen. De volgende wedstrijd is de estafette. Elk kind mag een ouder uitzoeken om mee hard te lopen. Peppa, kies mij, kies mij. Maar papa, jij bent niet zo goed in hardlopen. Als klein biggetje was ik er heel goed in. Maar nu heb je een dikke buik. Ik kan nog steeds bij mijn tenen, hoor. Bijna. Oké, papa. Maar je moet wel heel erg hard gaan. De papa's en mama's lopen het eerste deel van de wedstrijd en geven dan de stokjes door aan de kinderen. Mama's en papa's, klaar voor de staart. Papa Big gaat aan kop. Dat heb je goed gedaan. Nu ben ik aan de beurt om te... Peppa, stop met kletsen en ren. Oh. Miauw. Nee. En de winnaar is Olivia Olifant. Hoera! Oh, papa. Ik heb nog niet eens 1 prijs. Rustig maar, Peppa. Er komt nog een onderdeel. En dan nu het laatste onderdeel van vandaag. We gaan touwtrekken. Meisjes tegen de jongens. En als ik afzeg, moet je zo hard als je kunt aan het touw trekken. De meisjes gaan winnen. Nee, mooi niet. De jongens gaan winnen. Klaar voor de start? Af. Kom op, jongens. Kom op, trekken. Doe ik toch, Peppa? Ze trekken allemaal op hun hardst. En daardoor trekt het touw. Wow. En de uitslag is gelijkspel. Dus allemaal gewonnen. Hoera! Ik ben dol op schoolsportdag. En vooral als ik de prijs win. Bedtijd. Het is bijna bedtijd. Peppa en George smullen van hun avondeten. Papa Pig. Oh, sorry. Ik ben een beetje moe. Het was een lange dag. George en ik zijn helemaal niet moe. Mogen we in de tuin spelen? Nou, het is al bijna bedtijd. Oh, mogen we nog heel eventjes buiten spelen? Alsjeblieft, mama. Alsjeblieft, papa. Oké. Maar meteen komen als jullie in bad moeten. Ik snap niet waar ze de energie vandaan halen. Peppa en George gaan voor het slapen nog even in de tuin spelen. Kijk, George. Heel veel modderpoelen. Peppa en George hebben hun laarzen aan. Zo kunnen ze goed op en neer springen in modderpoelen. Peppa is dol op springen in modderpoelen. En George is ook dol op springen in modderpoelen. Kijk, de grootste modderpoel van de wereld. Wat een reusachtige modderpoel, zeg. Peppa, George, in bad. Papa, mama, we hebben de allergrootste modderpoel ooit gevonden. Dat zie ik, ja. Hup, snel in bad. Oh, mogen we nog niet heel eventjes buiten spelen? Nee, het is baddertijd. Jullie zijn zeker al slaperig, hè? Nee, papa. We zijn zelfs nog niet een klein beetje slaperig. Peppa en George zijn dan misschien niet slaperig, maar ik wel. Ik ook. Oh. Voordat ze gaan slapen, gaan Peppa en George in bad. Peppa is dol op spetteren. En George is dol op spetteren. Peppa en George zijn allebei dol op spetteren. Dat is wel genoeg gespetter. Jongens, afdrogen en pyjama's aandoen. Oh, mogen we niet nog ietsie-pietsie langer in bad blijven? Haha, baddertijd is voorbij. Nu gaan jullie je tanden poetsen. Voordat ze naar bed gaan, poetsen Peppa en George hun tanden. Goed zo, stop maar met poetsen. Nu hup in bed. Oh, ik denk dat ik nog eventjes moet doorpoetsen. Als je in bed ligt, leest Papa Big nog een verhaaltje voor. Hoera! Peppa en George zijn dol op verhaaltjes. Als Peppa gaat slapen, ligt Teddy altijd knus tegen haar aan. En als George gaat slapen, ligt meneertje Dinosaurus altijd knus tegen hem aan. En zijn jullie nu een beetje slaperig? Nee hoor, papa. Dus je mag heel veel verhaaltjes voorlezen. Papa Big zal 1 verhaaltje voorlezen. Kies maar een boekje uit. Het Rode Apenboek. Oké, dan lees ik het Rode Apenboek voor. Peppa en George zijn dol op het Rode Apenboek. Lang, lang geleden... Oh, sorry hoor, Papa Big. Lang, lang geleden was er een rood aapje. En dat rode aapje ging in bad. Daarna poetste hij zijn tanden en ging hij naar bed. En al heel snel lag hij zachtjes te snurken. Slaap lekker, rood aapje. Peppa en George zijn in slaap gevallen. Wel te rusten, Peppa en George. Slaap lekker. Nu Peppa en George slapen, gaan Papa Big en Mama Big wat televisie kijken. En dan is het nu tijd voor Detective Pomfrito. Precies het programma waar ik zin in heb. Detective Pomfrito heeft altijd zin in actie. Hij rent als een haas, springt als een stuiterbal en hij slaapt nooit. Het is bedtijd voor Peppa en George, maar zo te zien is het ook bedtijd voor mama en papa Big. De oogtest. Peppa en George spelen met Pedro Pony. Ze gaan in modderpoelen springen. Pedro glijdt uit. Nu is hij zijn bril kwijt. Nee. Ik ben mijn bril kwijt. Zonder zijn bril kan Pedro niet zo goed zien. George heeft de bril van Pedro gevonden. Malle George. Hier is je bril. Dank je. Pedro, waarom moet jij een bril op? Dat moet ik, omdat de opticien dat zegt. Wat is een opticien? Mijn vader is een opticien. Hij kan meten of jij wel goed kan zien. Hoe? Kruipt hij dan soms in je hoofd? Hij doet een oogtest. Zal ik bij jou een oogtest doen? Ja, doe maar een oogtest. Oké. Interessant hoor. Doe 1 oog dicht en zeg dan wat je ziet. Nu zie ik George. Doe ze nu allebei dicht. Nu zie ik helemaal niks. Ziet helemaal niks? Erg interessant. Ik denk dat je een bril moet. Oh, echt waar? Ja. Pedro, we gaan. Tot ziens, Pedro. Nee. Tot ziens. Mama, ik moet een bril hebben. Wat? Pedro heeft een oogtest gedaan en nu moet ik een bril. Jouw ogen zijn heus in orde. Nee, mama. Toen ik mijn ogen dicht deed, zag ik helemaal niks meer. Maar niemand kan iets zien met zijn ogen dicht. Oh. Waarom wil je opeens een bril, Peppa? Pedro weet echt alles van brillen. Zijn papa is opticien. Oké, Peppa. Dan gaan we nu naar de opticien voor een echte oogtest. Dat is goed. George, wil jij soms ook een oogtest? Nee. Peppa is bij de opticien. Nee. En de opticien is meneer Pony. Hallo, Peppa. Ga maar zitten. Wat kan ik voor je doen? Mag ik een oogtest, alstublieft? Geen probleem. Zet deze speciale bril maar op. En kijk goed naar de kaart. Meneer Pony gaat nu Peppa's ogen testen. Kan je deze letters voor me oplezen? Oké. A, B, C, D, E, F. Goed. En nu deze cijfers graag. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Heel erg goed. En nu de kleuren graag. Rood, groen, oranje, blauw, geel en paars. Uitstekend. Terwijl ik de uitslag bekijk, mag jij een bril uitzoeken. Oh, leuk! Wat vind je van deze bril, Peppa? Heel grappig! Hé, kijk, hoe vind je deze dan? Veel te groot! En wat dacht je hiervan? Wauw! Deze vind ik echt leuk, mama! Ja, Peppa, die staat je fantastisch! Die staat fantastisch! Goed nieuws! Peppa heeft perfecte ogen! Oh, dus ik heb geen bril nodig. Oh, nee. Maar die wou ik zo ontzettend graag. Oh. Wat dacht je dan van een mooie zonnebril? Ja, een zonnebril. Alsjeblieft. Fantastisch. Ik hoop dat de zon iedere dag schijnt. Dan kan ik altijd mijn zonnebril op. Ja! In de file. Oma en opa Big maken een lunch voor Peppa en de hele familie. Ik heb nog wat aardappels opgegraven. Oh, opa. Maar we hebben toch al genoeg aardappels? Een echte Big heeft nooit genoeg aardappels. Oké. Stop ze dan maar snel in de oven. Ze zullen zo wel komen. Oh, we hebben heus tijd genoeg. Het is pas 11 uur. Peppa en haar familie zijn al onderweg. Waren we maar eerder vertrokken. Nu komen we vast weer te laat. Geen paniek, mama Big. We hebben nog zeeën van tijd. We zijn altijd te laat. Als we naar opa en oma gaan. Deze keer niet. We nemen een andere weg om zo de drukte te vermijden. Oh, dit had ik dus niet verwacht. De auto van de familie Big staat stil in een file. Kijk, daar is Henkie Hond. Met opa Hond. Henkie Hond en opa Hond staan ook in de file. Hallo, Peppa. Hallo, Peppa. We gaan naar mijn opa en oma voor de lunch. Maar we komen veel te laat. Het is al 1 uur. Ze zijn te laat, zoals gewoonlijk. Hoe gaat het met je aardappels? Die hebben nog wel even nodig, denk ik. Hallo, met oma Big. Hallo, oma Big. We staan stil in een lange file. Maak je niet druk. Wij zijn ook wat laat. Opa heeft zich vergist met de aardappels. Zie je zo meteen. De arme schatten staan stil in een lange file. Dan kan ik mooi nog even een paar kilo aardappels voor ons opgraven. Opa Big. We rijden super langzaam. Zo komen we nooit bij opa en oma Big. Peppa heeft gelijk. We moeten een andere weg nemen. Tja, dit kan nog wel uren duren. Ik weet een kortere weg. Tot ziens allemaal. Wij gaan binnen doorrijden. Tot ziens, Peppa. Succes! Mama Big rijdt nu binnendoor, zodat ze niet in de file hoeven te staan. Maar binnendoor is het nog wel hobbelig. Dit is leuk. Weet je wel zeker dat we goed gaan? Vertrouw me maar. Hallo eendjes, wij rijden fijn binnendoor. Kijk, daar is de hoofdweg weer. Goed gedaan, Mama Big. Maar we staan weer achter Henkie's kraanwagen. Hallo. Welkom terug. Oh nee, dat binnendoorrijden is niet zo goed gelukt. Mooi. De lunch is klaar. En het belangrijkste van alles is dat de aardappels gaar zijn. De lunch is dan wel klaar, maar Peppa en de anderen zijn er nog steeds niet. Hallo, u spreekt met opa Big. We zijn bijna bij jullie. Maar het verkeer rijdt hier nog altijd met een slakkig hangetje. Van een heel erg langzame slak. Ze zijn er bijna, maar ze staan nog steeds vast in de file. Arme schatten. En het eten wordt ook nog koud. Ik heb een goed idee. Eventjes mijn kruiwagen halen. Wat is opa Big van plan? Oma Big, we laden die hele lunch in mijn kruiwagen. Ai, ai, opa Big. Als ze niet naar de lunch kunnen komen, dan brengen we de lunch gewoon naar ze toe. Kijk, daar zijn opa en oma. Met onze lunch. In een kruiwagen. Ahoi daar. We kunnen aan tafel. Is er genoeg voor Henkie en voor opa Hond? Mogen die ook wat? Er is genoeg voor iedereen. Hoera! Aardappels! Maar goed dat je zoveel aardappels hebt klaargemaakt, opa. Ho, ho! Een echte Big heeft nooit genoeg aardappels. Recyclen. Meneer Stier, de vuilnisman, haalt vanochtend het vuil op. Het is nog heel vroeg, dus meneer Stier probeert zo zachtjes mogelijk te doen. Maar meneer Stier is niet zo goed in zachtjes doen. Peppa en George zitten aan de ontbijttafel. Wat een herrie, zeg! Dat is meneer Stier, de vuilnisman. Hallo meneer Stier. Oeh, hallo allemaal. Moet weer door. Nog meer vuilnis ophalen. Dag. Dag. Meneer Stier heeft onze vuilnisbak leeggemaakt. Mooi. Dan gaan we de tafel afruimen. Mag ik helpen, mama? Ja, graag zelfs. Dan gooi ik deze lege fles in de vuilnisbak. Peppa, stop. Maar... lege flessen gaan niet in de vuilnisbak. Die kunnen worden gerecycled. Wat betekent dat? Alle dingen die we niet opnieuw gebruiken, gaan in de vuilnisbak voor meneer Stier. Maar alles wat we wel weer kunnen gebruiken, gaan in deze recycledozen. De rode is voor oude kranten, de blauwe is voor blikjes en de groene is voor flessen. Peppa, jij hebt daar een fles. Dus in welke doos hoort de fles? In de groene. Juist. Dit is leuk. Nu is George aan de beurt. Zie jij een oude krant voor in de rode doos? George wil de krant van papa Big graag recyclen. Ho, ho! Ik heb deze krant nog lang niet helemaal uitgelezen, George. Met een minuutje ben ik klaar. Nou, goed dan. Alsjeblieft, George. Oude kranten doen we in de rode doos, George. Ik zie dat de dozen bijna vol zijn. Laten we naar het recyclecentrum gaan. Hoera, dat doen we! Mama Big heeft de flessen. Peppa heeft de blikjes. En George heeft de oude kranten. Is iedereen er klaar voor? Ja, papa! Big. Kom, we gaan. Recycle, recycle, we doen aan recyclen. Blikjes, flesjes, oude kranten. Recycle, recycle, we doen aan recyclen. Dit is het recyclecentrum van Mejuffrouw Konijn. We zijn er. Hoera! Hallo daar. Hallo, Mejuffrouw Konijn. Komen jullie om iets te recyclen? Ja, inderdaad. Wat fijn zeg. Ga je gang. Wat is Mejuffrouw Konijn aan het doen? Ze recycelt alle roestige oude auto's. Wauw. Wie weet in welke bak de flessen moeten? In de groene. Dat klopt. En de blikjes gaan in de blauwe. Goed zo, Peppa. George wil de oude kranten recyclen. Oké, George, dan mag jij nu de kranten doen. Zo. Voor vandaag hebben we wel genoeg gerecycled. Ja. Kom, we gaan naar huis. Oh, waar is onze auto nou? De auto van de familie Big is weg. Achteruit! Oh nee, Mejuffrouw Konijn is hem aan het recyclen. Stop, dat is onze auto. Wat? Meen je dat nou? Ja! Onze auto is niet oud en roestig. Domme ik. Ik ben gewoon dol op recyclen. Ja, en wij ook. Maar we zijn ook dol op onze auto. Ja, en onze auto is dol op ons. Ja, toch? Zwemmen! Familie Big is in het zwembad. Papa Big heeft zijn zwembroek aan. Mama Big draagt haar bikini. Peppa heeft haar badpak aan. Opschieten, George! We staan op je te wachten! En George heeft ook zijn zwembroek aan. Peppa, George, papa geeft jullie je zwemvleugeltjes. Kijk eens, George. Nu heb je twee hele gespierde armen. Nu ik! Mooi. Dan kunnen we nu het water in. Hoera! Voor George is dit de eerste keer in het zwembad. Doe eerst maar eens 1 voetje in het water. Misschien werkt je andere voet beter. Misschien werkt het nog beter met allebei je voetjes tegelijk. Goed idee. Goed zo, George. Maar je mag nu wel stoppen met al dat spetteren. Daar komt Kelly Konijn aan, samen met haar kleine broertje, Karel. Hallo daar, Kelly. Hallo allemaal. Karel, als je dit matje vasthoudt, dan kun je de beenslag oefenen. George, wil jij de beenslag ook proberen? Goed zo, jongens. Maar niet zo spetteren. Grote kinderen spetteren niet. Wij zijn al heel goed in zwemmen. Als George en Karel groter zijn, kunnen ze net zo goed zwemmen als wij. Denk je ook niet, Kelly? Ja. Oh! Karel heeft een speelgoedgietertje. Hou op, Karel. Oh. Oh nee, Karel laat zijn gietertje vallen in het zwembad. Mami? Sorry, Karel. Daar kan ik niet bij. Het is echt veel te diep. Mami? Ik kan niet onder water zwemmen. Zelfs ik kan niet onder water zwemmen. Hou jij mijn bril vast, Mama Big. Hoera! Alsjeblieft. Piep, piep. Goed gedaan, Papa Big. Ik ben best wel goed in onderwater zwemmen. Huh? Dat gietertje is echt voor baby's. Mogen we van de duikplank afduiken? Sorry, Peppa, maar duikplanken zijn echt voor volwassenen. Oh. Niet zo somber, jullie. Ik zal er wel afduiken. Gekke papa. Je buik is veel te dik. Haha, onzin. Ik heb prijzen gewonnen met duiken toen ik nog jong was. Dat is al een aardig tijdje geleden, Papa Big. Ja, maar gelukkig ben ik nog heel fit en sterk. Hou jij mijn bril weer vast, Mama Big? Jullie kunnen beter vanaf de zijkant kijken. Wil je ons alsjeblieft niet nat spetteren, papa? Natuurlijk spetter ik je niet nat, Peppa. Ik denk dat ik van de hoge ga. Wees voorzichtig, Papa Big. Ja, en niet spetteren, papa. Haha, rustig maar, Peppa. Je mag ons niet nat spetteren, papa. Ik zei toch dat ik niet spetter? Slimme papa. Goed gedaan, Papa Big. Een handdoek heb ik niet nodig. Ik heb mijn eigen manier om droog te worden. Papa Big heeft iedereen nat gespetterd. Papa Big. Sorry allemaal. De garage van opa Hond. Dit is de garage van opa Hond. En daar heb je Peppa en haar familie in hun auto. Hallo Henkie. Hallo Peppa. Wat mag ik vandaag voor jullie doen? We hebben benzine, lucht voor de banden en een nieuwe automatische wasstraat. 2 waterijsjes graag. Oh, komt eraan. Bij de garage van opa Hond verkopen ze van alles. Zelfs waterijsjes. Bedankt hoor. Tot ziens. Tot ziens. Ik hou van onze auto. En onze auto houdt ook van ons. Ja, toch? Oh nee, de auto doet het niet meer. Dat is niet best. Hij start niet meer. Ik weet iets. Ik bel gewoon opa Hond. Garage opa Hond hier. Help! Onze auto doet het niet meer. Henkie, we moeten een reddingsactie starten. Jippie! Reddingsactie! Reddingsactie! Kijk, daar zijn Henkie en opa Hond al. Hoera! Opa Hond weet alles van auto's. Is het ernstig? Nee, alleen de benzinetank is leeg. En wat doen we nu? In mijn garage heb ik genoeg benzine. Ik sleep jullie wel even. Opa Hond sleept de auto van Peppa mee terug naar zijn garage. En nu doet opa Hond wat benzine in de tank. Bedankt, opa Hond. Daar is Suzie Schaap met haar moeder in hun auto. Hallo, papa. Hallo, Suzie. De benzine was helemaal op. Opa Hond is ons komen redden. Wauw, dat klinkt spannend. Tot ziens, Peppa. Tot ziens, Suzie. Oh, nee. Alle lucht is uit de band gelopen. Moet opa Hond ons nu ook komen redden? Ik denk het wel. Garage opa Hond hier. Ik snap het. Geen paniek, mevrouw Schaap. Ik kom erop. Reddingsactie! Mag ik ook met jullie mee? Spring er maar in, Peppa. Reddingsactie! Reddingsactie! Hallo, Suzie. Wij zijn er om jullie te redden. Hoera! Opa Hond doet snel weer lucht in de band. Dank u, opa Hond. En daar zijn opa en oma Big in hun auto. Hallo allemaal. Hallo, opa Big. Komt u voor benzine of lucht? Nee, bedankt. Ik kom de nieuwe wasstraat uitproberen. Uitstekend. Hij is computergestuurd, weet u. Hallo, ik ben uw wasstraat van de toekomst. Oeh. Eerst even inzeven. Dan afspoelen. En tenslotte even oppoetsen. Wauw! Het spijt me, ik heb een storing. Oh nee, de computer is kapot. En de auto van opa Big zit vast. Ah, doe toch iets, opa hond. Oeh, maar ik heb geen verstand van computers. Mijn papa heeft thuis de computer gemaakt. Nou eerlijk gezegd heb ik hem niet gemaakt. Ik heb alleen... Mooi, dan is dit een werkje voor Papa Big. Misschien moet ik hem even uitzetten. En nu weer aanzetten. Papa Big heeft de wasstraat gemaakt. Hoera! Opa Hond is de beste automonteur, maar mijn papa is wasstraatmonteur. De rommelmarkt. Het is een regenachtige dag en in het dak van de school zit een gat. Kinderen, wij gaan een rommelmarkt organiseren. Het geld dat we verdienen gaat naar een nieuw dak voor de school. Hoera! Iedereen moet dus iets geven voor de rommelmarkt. Wat dan precies? Je kunt oud speelgoed geven of iets dat je niet meer gebruikt. Miauw. Alle ouders komen hun kinderen ophalen. Naar huis. En vergeet niet oude spulletjes te verzamelen voor de rommelmarkt. Peppa kiest speelgoed uit voor de rommelmarkt. Peppa, heb je al gekozen? Je hoeft maar 1 ding weg te geven. Ja, en zo help je de school aan een gloednieuw dak. Oké, dan kies ik... Meneertje Dinosaurus. Meneer Dinosaurus is het lievelingsspeelgoed van George. Peppa, je kunt meneer Dinosaurus niet weggeven. Echt niet? Nee. Ik snap het. Sorry, George. Dinosaurus. Waarom kies je niet deze oude springvierenpop? Oké. Nu is het jouw beurt, papa. Wat? We moeten allemaal iets geven voor de rommelmarkt. Ja, ik geef deze hoed en George geeft deze bal weg. En wat gaat papa geven? Ik weet wat, de televisie. Niet de tv. Nee, die gebruiken we nog. Ik weet het. Papa steekpantoffels. Nee, te stinkerig. Ik weet het! Papa's oude stoel. Maar die is antiek. Wat betekent antiek? Antiek betekent dat iets oud is en waardevol. Maar deze heb je van de straat gehaald, Papa Big. Hij is waardeloos. Als ik hem heb opgeknapt, is je fortuin waard. Dat zeg je nu al zoveel jaren, Papa Big. Ik weet iets. Ik geef deze prachtige sokken die oma Big gebreid heeft. Mooi. Ik kom jullie spulletjes voor de rommelmarkt ophalen. Hier zijn ze. Dank je. Wat dacht u van deze oude stoel? Oh, wat aardig van u. Tot ziens. Tot ziens. Mama, je hebt papa's stoel weggegeven. Sst, niks zeggen. Hij ziet het toch niet. Vandaag is de dag van de rommelmarkt. Hallo? Hallo, mejuffrouw Konijn. Peppa, wat vind je van deze stoel? Het is dan wel oude troep, maar als je hem stuk hakt, kan die je de open haard. Die stoel is antiek. Echt waar? Papa zei dat hij een fortuin waard is. Wie had dat gedacht? Dan gooi ik de prijs omhoog. Dag! Hallo allemaal. Hallo Peppa. Wat heb jij gegeven, Suzy? Mijn doktersverkleedkleren. En ik mijn papegaaienballon. Ik heb mijn aapje gegeven. Oeh, oeh, oeh. Oh, ik zal mijn springveerpoppetje missen. Kan ik dit springveerpoppetje kopen? En ik deze doktersverkleedkleren? De papegaaienballon alstublieft. Mama, mama, dit hebben wij gekocht. Oh, jullie oude speelgoed. Dan is dat zo erg. Kijk, dit heb ik gekocht. Een mooie antieke stoel. Oh, Papa Big, dat is geen antieke stoel. Wel waar. Mevrouw Konijn zei het. En hij past bij mijn andere. Ja, papa. Dat komt omdat... Sst, Peppa. Het jouw oude stoel is. Wat? Maar ik heb net een fortuin betaald aan mevrouw Konijn. Ik heb fantastisch nieuws, iedereen. We hebben nu meer dan genoeg geld opgehaald voor een nieuw schooldak. Hoera! Bedankt hoor, Papa Big. Ho, ho. Het was geen enkel probleem. Bootje varen. De eendjes zwemmen in de vijver. Ze hebben het naar hun zin. Hier zijn Peppa, George, Mama Big en Papa Big. Hallo eendjes. De eendjes willen brood. Sorry mevrouw Eend, we hebben vandaag geen brood bij ons. Maar we hebben wel iets dat veel leuker is. Peppa heeft haar speelgoedboot meegebracht. En George heeft de zijne meegebracht. Ik zal je boot opwinden, George. George heeft een opwindboot met een veer. Snel, George. Zet je boot in de vijver voordat de veer is afgelopen. George is dol op zijn opwindboot. Mama, wind je mijn boot ook op? Maar dat hoeft niet met jouw boot, Peppa. Peppa's boot is een zeilboot. De wind duwt hem vooruit. Ik vind mijn boot niet zo leuk. Hij doet helemaal niks. Dat komt omdat het vandaag niet waait. Misschien heeft hij hulp nodig. Ik hijg en ik puf en ik blaas je boot vooruit. Hoera! Wat ging je hard, zeg? Peppa is dol op haar zeilboot. Nee. Daar heb je Peppa's vriendinnetje Suzie Schaap. Hallo allemaal. Hallo Suzie. Wij zijn aan het bootje varen. Nee. Ik heb een speedboot. Moet je hem opwinden? Nee, hij loopt op batterijen. De speedboot van Suzie vaart op batterijen. Oeh. Wat een coole speedboot. Sorry, mevrouw Eend. Daar is Henkie Hond met opa Hond. Hallo allemaal. Hallo Henkie. Mijn opa heeft deze radarboot gemaakt. Oeh. Jongen zeg, dat is een prachtboot. En hoe werkt die? Hij vaart op stoomkracht. Wanneer ik dit hendeltje overhaal... Wauw. Wat een geweldige radarboot. Hier is Kelly Konijn met haar mama. Hallo allemaal. Hallo Kelly Konijn. We zijn aan het bootje varen. Ik wou dat ik een boot had. Kelly Konijn heeft namelijk geen boot. Ik heb wel een idee. Gelukkig heb ik mijn krant meegenomen. Ik heb maar 1 bladzij nodig. Wat kan ik wel missen? Nieuws, sport, mode. Die wil ik nog lezen, hoor. Oké, dan maar het politieke nieuws. Toen ik een klein biggetje was, vouwde ik ook al krantenbladzijden. Kijk, zo. Wat is Papa Big van plan? Zo maakte ik een papieren boot. Papa Big heeft een papieren boot gemaakt. Bedankt, meneer Big. George wil ook een papieren boot. Ho, ho. Ik denk dat ik wel zonder de sportpagina kan. Mag ik er alsjeblieft ook heen? Ik ook. En ik? Natuurlijk. Papa Big maakt voor iedereen een papieren bootje. Zullen we een race doen? Goed idee, Mama Big. We gaan heel hard blazen en zo varen ze naar de overkant. Haal allemaal maar diep adem. Klaar voor de start. Blaas! We hebben een winnaar. Wie had de sportpagina? Dat is de boot van George. George is de winnaar. Hoera! Ik hou van bootjes. En van papieren bootjes het meest. Ik ook! Het is tijd om naar huis te gaan. Iedereen heeft het erg leuk gehad. Tot ziens! Tot ziens, eentjes. Tot de volgende keer. De eendjes hebben het ook leuk gehad, maar toch zijn ze blij dat ze hun vijver weer terug hebben. Een mistig dagje. Peppa en George gaan vandaag naar de speeltuin. Zullen we met de auto naar de speeltuin? Nee, we lopen. Kijk, het is echt niet ver weg. De speeltuin is inderdaad vlakbij. Goed dan, we lopen. Deze kant op allemaal. Wij gaan naar de speeltuin, wij gaan naar de speeltuin. Oh, waar is de zon nou heen? Geen paniek, Peppa. Het is gewoon mist. Wat is mist? Mist is een wolk die op de grond zweeft in plaats van in de lucht. Oeh. Het is wel dichte mist. Ik zie helemaal niks meer. Misschien moeten we terug naar huis. Ja, we gaan wel een andere keer naar de speeltuin. Oh. Het is te mistig om naar de speeltuin te gaan, dus moeten Peppa en George terug naar huis. Goed. Welke kant moeten we op? Zijn we verdwaald, Papa Big? Rustig maar. Ik weet precies waar we nu zijn. Hierheen. Wat doet die boom daar? Papa Big is tegen een boom aangebotst. Ben je nog heel, Papa Big? Ja, niks aan de hand. Hierheen. Papa Big, weet je waar je naartoe gaat? Ja, natuurlijk wel. Ik geloof dat we ons huis nooit meer terugvinden. Ik weet zeker van wel, Peppa. We zijn al in onze tuin. Oh, dat zijn de eendjes. Hallo, mevrouw Eend. Bent u de vijver soms kwijt? Wij zijn ook kwijt. Wel nee, Peppa. Ik weet precies waar we zijn. Tot ziens weer, eendjes. Succes met het vinden van de vijver. Oh! Papa Big heeft de vijver gevonden. Wat een geluk! Ja, ik ben een geluksbig. Papa, mevrouw Eend zegt dank u. Heel graag gedaan, mevrouw Eend. Goed. Dan gaan we nu naar huis. En we gaan deze kant op. Hallo! Hoorden jullie ook iets? Ja, ik dacht dat ik iemand hoorde zeggen. Hallo! Het is Mevrouw Konijn, samen met Kelly en Kareltje. Hallo, Peppa. We zijn verdwaald. Hallo daar, Kelly. Wij zijn ook verdwaald. We waren op weg naar de speeltuin. Wij dus ook. Maar het is veel te mistig geworden. Kom mee allemaal. We wachten thuis totdat de mist is opgetrokken. Papa Big, weet je waar je naartoe gaat? Ja, natuurlijk wel. Hierheen. Ja, Papa Big. Aha. Ik heb onze heuvel gevonden. Nu zijn we zo thuis. Hoera! Ons huis staat namelijk hier. Oh, Papa Big heeft een ladder gevonden. Dat is raar. We hebben toch geen ladder in onze tuin? Alle biggen. Kan je zien waar we zijn, Papa Big? Heel erg goed zelfs. Papa, waar zijn we dan? Kijk zelf maar even. Oké. Wauw. Wauw. Ik kan alles ineens weer zien. De mist trekt snel weg. We zijn in de speeltuin. Hoera! Wee! Wij zijn in de speeltuin. Wij zijn in de speeltuin. Joepie! Witwap, witwap. Papa, mama! We zijn in de speeltuin. Maar dat is een gelukje, want ik dacht dat we naar huis gingen. Ja, ik ook. Misschien waren we toch wel een beetje verdwaald. Sportdag! Vandaag is het sportdag op school. Peppa en al haar vriendjes doen mee. Het eerste onderdeel is hardlopen. De kinderen moeten zo hard mogelijk rennen. Ik denk dat ik ga winnen, want ik kan heel hard rennen. Ik ben sneller dan jij. Klaar voor de start. Af. Ik ren wel 100 kilometer per uur. Ik ren wel 1 miljoen kilometer per uur. Peppa, Suzy, stop met kletsen en ren. Oh. Kelly Konijn gaat aan de leiding. Corrie, Peppa en Suzy lopen helemaal achteraan. Zet op, Kelly! Kelly Konijn heeft gewonnen. En Peppa en Suzy zijn de laatste. De winnaar van de wedstrijd is onze Kelly Konijn. Hoera! Dank u wel. Ik had vast gewonnen als jij niet tegen me had staan praten, Suzy. Kom, kom, Peppa. Onthoud maar dat het niet om het winnen gaat, maar om het meedoen. Ja, papa. Het volgende onderdeel is het verspringen. George en Karel kijken wie het verste kan springen. George, ren zo hard als je kan en spring zo ver als je kan. George, klaar voor de start? Af! George sprong zo ver als hij kon. En nu is Karel Konijn aan de beurt. Piep, piep. Als Karel geen aanloop neemt, zal hij niet zo ver springen. Karel, klaar voor de start? Af! Karel heeft verder gesprongen dan George. En de winnaar is Karel Konijn. Hoera! George, onthoud maar dat het niet om het winnen gaat, maar wel om het meedoen. De volgende wedstrijd is de estafette. Elk kind mag een ouder uitzoeken om mee hard te lopen. Peppa, kies mij, kies mij. Maar papa, jij bent niet zo goed in hardlopen. Als klein biggetje was ik er heel goed in. Maar nu heb je een dikke buik. Ik kan nog steeds bij mijn tenen, hoor. Bijna. Oké, papa. Maar je moet wel heel erg hard gaan. De papa's en mama's lopen het eerste deel van de wedstrijd en geven dan de stokjes door aan de kinderen. Mama's en papa's, klaar voor de start? Af! Papa Big gaat aan kop. Helemaal papa! Dank je, papa. Dat heb je goed gedaan. Nu ben ik aan de beurt om te... Peppa, stop met kletsen en ren. Oh. Miauw. Nee. En de winnaar is Olivia Olivandoura. Oh, papa. Ik heb nog niet eens 1 prijs. Rustig maar, Peppa. Er komt nog een onderdeel. En dan nu het laatste onderdeel van vandaag. We gaan doodtrekken. Meisjes tegen de jongens. En als ik afzeg, moet je zo hard als je kunt aan het touw trekken. De meisjes gaan winnen. Nee, mooi niet. De jongens gaan winnen. Klaar voor de start? Af! Kom op, jongens! Kom op! Ze trekken allemaal op hun hardst en daardoor trekt de touw. Wow. En de uitslag is gelijkspel. Dus allemaal gewonnen. Hoera! Ik ben dol op schoolsportdag. En vooral als ik de prijs win. Bedtijd. Het is bijna bedtijd. Peppa en George smullen van hun avondeten. Papa Pig. Oh, sorry. Ik ben een beetje moe. Het was een lange dag. George en ik zijn helemaal niet moe. Mogen we in de tuin spelen? Nou, het is al bijna bedtijd. Oh, mogen we nog heel eventjes buiten spelen? Alsjeblieft, mama. Alsjeblieft, papa. Oké. Maar meteen komen als jullie in bad moeten. Ik snap niet waar ze de energie vandaan halen. Peppa en George gaan voor het slapen nog even in de tuin spelen. Kijk, George. Heel veel modderpoelen. Peppa en George hebben hun laarzen aan. Zo kunnen ze goed op en neer springen in modderpoelen. Peppa is dol op springen in modderpoelen. En George is ook dol op springen in modderpoelen. Kijk, de grootste modderpoel van de wereld. Wat een reusachtige modderpoel, zeg. Peppa, George, in bad. Papa, mama, we hebben de allergrootste modderpoel ooit gevonden. Dat zie ik, ja. Hup, snel in bad. Oh, mogen we nog niet heel eventjes buiten spelen? Nee, het is baddertijd. Jullie zijn zeker al slaperig, hè? Nee, papa. We zijn zelfs nog niet een klein beetje slaperig. Peppa en George zijn dan misschien niet slaperig, maar ik wel. Ik ook. Oh. Voordat ze gaan slapen, gaan Peppa en George in bad. Peppa is dol op spetteren. En George is dol op spetteren. Peppa en George zijn allebei dol op spetteren. Dat is wel genoeg gespetter. Jongens, afdrogen en pyjama's aandoen. Oh, mogen we niet nog ietsie-pietsie langer in bad blijven? Haha, baddertijd is voorbij. Nu gaan jullie je tanden poetsen. Voordat ze naar bed gaan, poetsen Peppa en George hun tanden. Goed zo, stop maar met poetsen. Nu hup in bed. Oh, ik denk dat ik nog eventjes moet doorpoetsen. Als je in bed ligt, leest Papa Big nog een verhaaltje voor. Hoera! Peppa en George zijn dol op verhaaltjes. Als Peppa gaat slapen, ligt Teddy altijd knus tegen haar aan. En als George gaat slapen, ligt meneertje Dinosaurus altijd knus tegen hem aan. En zijn jullie nu een beetje slaperig? Nee hoor, papa. Dus je mag heel veel verhaaltjes voorlezen. Papa Big zal 1 verhaaltje voorlezen. Kies maar een boekje uit. Het Rode Apenboek. Oké, dan lees ik het Rode Apenboek voor. Peppa en George zijn dol op het Rode Apenboek. Lang, lang geleden... Oh, sorry hoor, Papa Big. Lang, lang geleden was er een rood aapje. En dat rode aapje ging in bad. Daarna poetste hij zijn tanden en ging hij naar bed. En al heel snel lag hij zachtjes te snurken. Slaap lekker, rood aapje. Peppa en George zijn in slaap gevallen. Wel te rusten, Peppa en George. Slaap lekker. Nu Peppa en George slapen, gaan Papa Big en Mama Big wat televisie kijken. En dan is het nu tijd voor Detective Pomfrito. Precies het programma waar ik zin in heb. Detective Pomfrito heeft altijd zin in actie. Hij rent als een haas, springt als een stuiterbal en hij slaapt nooit. Het is bedtijd voor Peppa en George, maar zo te zien is het ook bedtijd voor mama en papa Big. De oogtest. Peppa en George spelen met Pedro Pony. Ze gaan in modderpoelen springen. Pedro glijdt uit. Nu is hij zijn bril kwijt. Nee. Ik ben mijn bril kwijt. Zonder zijn bril kan Pedro niet zo goed zien. George heeft de bril van Pedro gevonden. Malle George. Hier is je bril. Dank je. Pedro, waarom moet jij een bril op? Dat moet ik, omdat de opticien dat zegt. Wat is een opticien? Mijn vader is een opticien. Hij kan meten of jij wel goed kan zien. Hoe? Kruipt hij dan soms in je hoofd? Hij doet een oogtest. Zal ik bij jou een oogtest doen? Ja, doe maar een oogtest. Oké. Interessant hoor. Doe 1 oog dicht en zeg dan wat je ziet. Nu zie ik George. Doe ze nu allebei dicht. Nu zie ik helemaal niks. Ziet helemaal niks. Erg interessant. Ik denk dat je een bril moet. Oh, echt waar? Ja. Pedro, we gaan. Tot ziens, Pedro. Nee. Tot ziens. Mama, ik moet een bril hebben. Wat? Pedro heeft een oogtest gedaan en nu moet ik een bril. Jouw ogen zijn heus in orde. Nee, mama. Toen ik mijn ogen dicht deed, zag ik helemaal niks meer. Maar niemand kan iets zien met zijn ogen dicht. Oh. Waarom wil je opeens een bril, Peppa? Pedro weet echt alles van brillen. Zijn papa is opticien. Oké, Peppa. Dan gaan we nu naar de opticien voor een echte oogtest. Dat is goed. George, wil jij soms ook een oogtest? Nee. Peppa is bij de opticien. Nee. En de opticien is meneer Pony. Hallo, Peppa. Ga maar zitten. Wat kan ik voor je doen? Mag ik een oogtest, alstublieft? Geen probleem. Zet deze speciale bril maar op. En kijk goed naar de kaart. Meneer Pony gaat nu Peppa's ogen testen. Kan je deze letters voor me oplezen? Oké. A, B, C, D, E, F. Goed. En nu deze cijfers graag. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Heel erg goed. En nu de kleuren graag. Rood, groen, oranje, blauw, geel en paars. Uitstekend. Terwijl ik de uitslag bekijk, mag jij een bril uitzoeken. Oh, leuk! Wat vind je van deze bril, Peppa? Heel grappig! Hé, kijk, hoe vind je deze dan? Veel te groot! En wat dacht je hiervan? Wauw! Deze vind ik echt leuk, mama! Ja, Peppa, die staat je fantastisch! Die staat fantastisch! Goed nieuws! Peppa heeft perfecte ogen! Oh, dus ik heb geen bril nodig. Oh, nee. Maar die wou ik zo ontzettend graag. Oh. Wat dacht je dan van een mooie zonnebril? Ja, een zonnebril. Alsjeblieft. Fantastisch. Ik hoop dat de zon iedere dag schijnt. Dan kan ik altijd mijn zonnebril op. Ja. In de file. Oma en opa Big maken een lunch voor Peppa en de hele familie. Ik heb nog wat aardappels opgegraven. Oh, opa. Maar we hebben toch al genoeg aardappels? Een echte Big heeft nooit genoeg aardappels. Oké. Stop ze dan maar snel in de oven. Ze zullen zo wel komen. Oh, we hebben heus tijd genoeg. Het is pas 11 uur. Peppa en haar familie zijn al onderweg. Waren we maar eerder vertrokken. Nu komen we vast weer te laat. Geen paniek, mama Big. We hebben nog zeeën van tijd. We zijn altijd te laat. Als we naar opa en oma gaan. Deze keer niet. We nemen een andere weg om zo de drukte te vermijden. Oh, dit had ik dus niet verwacht. De auto van de familie Big staat stil in een file. Kijk, daar is Henkie Hond. Met opa Hond. Henkie Hond en opa Hond staan ook in de file. Hallo, Peppa. Hallo, Peppa. We gaan naar mijn opa en oma voor de lunch. Maar we komen veel te laat. Het is al 1 uur. Ze zijn te laat, zoals gewoonlijk. Hoe gaat het met je aardappels? Die hebben nog wel even nodig, denk ik. Hallo, met oma Big. Hallo, oma Big. We staan stil in een lange file. Maak je niet druk. Wij zijn ook wat laat. Opa heeft zich vergist met de aardappels. Zie je zo meteen. De arme schatten staan stil in een lange file. Dan kan ik mooi nog even een paar kilo aardappels voor ons opgraven. Opa Big! We rijden super langzaam. Zo komen we nooit bij opa en oma Big. Peppa heeft gelijk. We moeten een andere weg nemen. Tja, dit kan nog wel uren duren. Ik weet een kortere weg. Tot ziens allemaal. Wij gaan binnen doorrijden. Tot ziens, Peppa. Succes! Mama Big rijdt nu binnendoor, zodat ze niet in de file hoeven te staan. Maar binnendoor is het nog wel hobbelig. Dit is leuk. Weet je wel zeker dat we goed gaan? Vertrouw me maar. Hallo eendjes, wij rijden fijn binnendoor. Kijk, daar is de hoofdweg weer. Goed gedaan, Mama Big. Maar we staan weer achter Henkie's kraanwagen. Hallo. Welkom terug. Oh nee, dat binnendoorrijden is niet zo goed gelukt. Mooi. De lunch is klaar. En het belangrijkste van alles is dat de aardappels gaar zijn. De lunch is dan wel klaar, maar Peppa en de anderen zijn er nog steeds niet. Hallo, u spreekt met opa Big. We zijn bijna bij jullie. Maar het verkeer rijdt hier nog altijd met een slakkengangetje. Van een heel erg langzame slak. Ze zijn er bijna, maar ze staan nog steeds vast in de file. Arme schatten. En het eten wordt ook nog koud. Ik heb een goed idee. Eventjes mijn kruiwagen halen. Wat is opa Big van plan? Oma Big, we laden die hele lunch in mijn kruiwagen. Ai, ai, opa Big. Als ze niet naar de lunch kunnen komen, dan brengen we de lunch gewoon naar ze toe. Kijk, daar zijn opa en oma. Met onze lunch. In een kruiwagen. Ahoi daar. We kunnen aan tafel. Is er genoeg voor Henkie en voor opa Hond? Mogen die ook wat? Er is genoeg voor iedereen. Hoera! Aardappels! Maar goed dat je zoveel aardappels hebt klaargemaakt, opa. Ho, ho! Een echte Big heeft nooit genoeg aardappels. Recyclen. Meneer Stier, de vuilnisman, haalt vanochtend het vuil op. Het is nog heel vroeg, dus meneer Stier probeert zo zachtjes mogelijk te doen. Maar meneer Stier is niet zo goed in zachtjes doen. Peppa en George zitten aan de ontbijttafel. Wat een herrie, zeg! Dat is meneer Stier, de vuilnisman. Hallo meneer Stier. Oeh, hallo allemaal. Moet weer door. Nog meer vuilnis ophalen. Dag. Dag. Meneer Stier heeft onze vuilnisbak leeggemaakt. Mooi. Dan gaan we de tafel afruimen. Mag ik helpen, mama? Ja, graag zelfs. Dan gooi ik deze lege fles in de vuilnisbak. Peppa, stop. Maar... lege flessen gaan niet in de vuilnisbak. Die kunnen worden gerecycled. Wat betekent dat? Alle dingen die we niet opnieuw gebruiken, gaan in de vuilnisbak voor meneer Stier. Maar alles wat we wel weer kunnen gebruiken, gaan in deze recycledozen. De rode is voor oude kranten, de blauwe is voor blikjes en de groene is voor flessen. Peppa, jij hebt daar een fles. Dus in welke doos hoort de fles? In de groene. Juist. Dit is leuk. Nu is George aan de beurt. Zie jij een oude krant voor in de rode doos? George wil de krant van Papa Big graag recyclen. Ho, ho! Ik heb deze krant nog lang niet helemaal uitgelezen, George. Met een minuutje ben ik klaar. Nou, goed dan. Alsjeblieft, George. Oude kranten doen we in de rode doos, George. Ik zie dat de dozen bijna vol zijn. Laten we naar het recyclecentrum gaan. Hoera, dat doen we! Mama Big heeft de flessen. Peppa heeft de blikjes. En George heeft de oude kranten. Is iedereen er klaar voor? Ja, Papa Big! Kom, we gaan! Recycle, recycle, we doen naar recyclen. Blikjes, flesjes, oude kranten. Recycle, recycle, we doen naar recyclen. Dit is het recyclecentrum van Mejuffrouw Konijn. We zijn er. Hoera! Hallo daar. Hallo, Mejuffrouw Konijn. Komen jullie om iets te recyclen? Ja, inderdaad. Wat fijn zeg. Ga je gang. Wat is Mejuffrouw Konijn aan het doen? Ze recycelt alle roestige oude auto's. Wauw. Wie weet in welke bak de flessen moeten? In de groene. Dat klopt. En de blikjes gaan in de blauwe. Goed zo, Peppa. George wil de oude kranten recyclen. Oké, George, dan mag jij nu de kranten doen. Zo. Voor vandaag hebben we wel genoeg gerecycled. Ja. Kom, we gaan naar huis. Oh, waar is onze auto nou? De auto van de familie Big is weg. Achteruit! Oh nee, Mejuffrouw Konijn is hem aan het recyclen. Stop! Dat is onze auto! Wat? Meen je dat nou? Ja! Onze auto is niet oud en roestig. Domme ik. Ik ben gewoon dol op recyclen. Ja, en wij ook. Maar we zijn ook dol op onze auto. Ja, en onze auto is dol op ons. Ja, toch? Zwemmen! Familie Big is in het zwembad. Papa Big heeft zijn zwembroek aan. Mama Big draagt haar bikini. Peppa heeft haar badpak aan. Opschieten, George! We staan op je te wachten! En George heeft ook zijn zwembroek aan. Peppa, George, papa geeft jullie je zwemvleugeltjes. Kijk eens, George. Nu heb je twee hele gespierde armen. Nu ik! Mooi. Dan kunnen we nu het water in. Hoera! Voor George is dit de eerste keer in het zwembad. Doe eerst maar eens 1 voetje in het water. Misschien werkt je andere voet beter. Misschien werkt het nog beter met allebei je voetjes tegelijk. Goed idee. Goed zo, George. Maar je mag nu wel stoppen met al dat spetteren. Daar komt Kelly Konijn aan, samen met haar kleine broertje, Karel. Hallo daar, Kelly. Hallo allemaal. Karel, als je dit matje vasthoudt, dan kun je de beenslag oefenen. George, wil jij de beenslag ook proberen? Goed zo, jongens. Maar niet zo spetteren. Grote kinderen spetteren niet. Wij zijn al heel goed in zwemmen. Als George en Karel groter zijn, kunnen ze net zo goed zwemmen als wij. Denk je ook niet, Kelly? Ja. Oh! Karel heeft een speelgoedgietertje. Hou op, Karel. Oh. Oh nee, Karel laat zijn gietertje vallen in het zwembad. Mami? Sorry, Karel. Daar kan ik niet bij. Het is echt veel te diep. Mami? Ik kan niet onder water zwemmen. Zelfs ik kan niet onder water zwemmen. Hou jij mijn bril vast, Mama Big? Hoera! Alsjeblieft. Piep, piep. Goed gedaan, Papa Big. Ik ben best wel goed in onderwater zwemmen. Huh? Dat gietertje is echt voor baby's. Mogen we van de duikplank afduiken? Sorry, Peppa, maar duikplanken zijn echt voor volwassenen. Oh. Niet zo somber, jullie. Ik zal er wel afduiken. Gekke papa, je buik is veel te dik. Haha, onzin. Ik heb prijzen gewonnen met duiken toen ik nog jong was. Dat is al een aardig tijdje geleden, Papa Big. Ja, maar gelukkig ben ik nog heel fit en sterk. Hou jij mijn bril weer vast, Mama Big? Jullie kunnen beter vanaf de zijkant kijken. Wil je ons alsjeblieft niet nat spetteren, papa? Natuurlijk spetter ik je niet nat, Peppa. Ik denk dat ik van de hoge ga. Wees voorzichtig, Papa Big. Ja, en niet spetteren, papa. Haha, rustig maar, Peppa. Je mag ons niet nat spetteren, papa. Ik zei toch dat ik niet spetter? Slimme papa. Goed gedaan, Papa Big. Een handdoek heb ik niet nodig. Ik heb mijn eigen manier om droog te worden. Papa Big heeft iedereen nat gespetterd. Papa Big. Sorry allemaal. De garage van opa Hond. Dit is de garage van opa Hond. En daar heb je Peppa en haar familie in hun auto. Hallo Henkie. Hallo Peppa. Wow, wat mag ik vandaag voor jullie doen? We hebben benzine, lucht voor de banden en een nieuwe automatische wasstraat. 2 waterijsjes graag. Oh, komt eraan. Bij de garage van opa Hond verkopen ze van alles. Zelfs waterijsjes. Bedankt hoor. Tot ziens. Tot ziens. Ik hou van onze auto. En onze auto houdt ook van ons. Ja toch? Oh nee, de auto doet het niet meer. Dat is niet best. Hij start niet meer. Ik weet iets. Ik bel gewoon opa Hond. Garage opa Hond hier. Help! Onze auto doet het niet meer. Henkie, we moeten een reddingsactie starten. Jippie! Reddingsactie! Reddingsactie! Kijk, daar zijn Henkie en opa Hond al. Hoera! Opa Hond weet alles van auto's. Mm. Is het ernstig? Nee, alleen de benzinetank is leeg. En wat doen we nu? In mijn garage heb ik genoeg benzine. Ik sleep jullie wel even. Opa Hond sleept de auto van Peppa mee terug naar zijn garage. En nu doet opa Hond wat benzine in de tank. Bedankt, opa Hond. Daar is Suzie Schaap met haar moeder in hun auto. Hallo, papa. Hallo, Suzie. De benzine was helemaal op. Opa Hond is ons komen redden. Wauw, dat klinkt spannend. Tot ziens, Peppa. Tot ziens, Suzie. Oh, nee. Alle lucht is uit de band gelopen. Moet opa Hond ons nu ook komen redden? Ik denk het wel. Garage opa Hond hier. Ik snap het. Geen paniek, mevrouw Schaap. Ik kom erop. Reddingsactie! Mag ik ook met jullie mee? Spring er maar in, Peppa. Reddingsactie! Reddingsactie! Hallo, Suzie. Wij zijn er om jullie te redden. Hoera! Opa Hond doet snel weer lucht in de band. Dank u, opa Hond. En daar zijn opa en oma Big in hun auto. Hallo allemaal. Hallo, opa Big. Komt u voor benzine of lucht? Nee, bedankt. Ik kom de nieuwe wasstraat uitproberen. Uitstekend. Hij is computergestuurd, weet u. Hallo, ik ben uw wasstraat van de toekomst. Oeh. Eerst even inzeven. Dan afspoelen. En tenslotte even oppoetsen. Wauw! Het spijt me, ik heb een storing. Oh nee, de computer is kapot. En de auto van opa Big zit vast. Ah, doe toch iets, opa hond. Oh, maar ik heb geen verstand van computers. Mijn papa heeft thuis de computer gemaakt. Nou eerlijk gezegd heb ik hem niet gemaakt. Ik heb alleen... Mooi, dan is dit een werkje voor Papa Big. Misschien moet ik hem even uitzetten. En nu weer aanzetten. Papa Big heeft de wasstraat gemaakt. Hoera! Opa Hond is de beste automonteur, maar mijn papa is wasstraatmonteur. De rommelmarkt. Het is een regenachtige dag en in het dak van de school zit een gat. Kinderen, wij gaan een rommelmarkt organiseren. Het geld dat we verdienen gaat naar een nieuw dak voor de school. Hoera! Iedereen moet dus iets geven voor de rommelmarkt. Wat dan precies? Je kunt oud speelgoed geven of iets dat je niet meer gebruikt. Miauw. Alle ouders komen hun kinderen ophalen. Naar huis. En vergeet niet oude spulletjes te verzamelen voor de rommelmarkt. Peppa kiest speelgoed uit voor de rommelmarkt. Peppa, heb je al gekozen? Je hoeft maar één ding weg te geven. Ja, en zo help je de school aan een gloednieuw dak. Oké, dan kies ik... Meneertje Dinosaurus. Meneer Dinosaurus is het lievelingsspeelgoed van George. Peppa, je kunt meneer Dinosaurus niet weggeven. Echt niet? Nee. Ik snap het. Sorry, George. Dinosaurus. Waarom kies je niet deze oude springvierenpop? Oké. Nu is het jouw beurt, papa. Wat? We moeten allemaal iets geven voor de rommelmarkt. Ja, ik geef deze hoed en George geeft deze bal weg. En wat gaat papa geven? Ik weet wat, de televisie. Niet de tv. Nee, die gebruiken we nog. Ik weet het. Papa stinkpantoffels. Nee, te stinkerig. Ik weet het! Papa's oude stoel. Maar die is antiek. Wat betekent antiek? Antiek betekent dat iets oud is en waardevol. Maar deze heb je van de straat gehaald, Papa Big. Hij is waardeloos. Als ik hem heb opgeknapt, is hij een fortuin waard. Dat zeg je nu al zoveel jaren, Papa Big. Ik weet iets. Ik geef deze prachtige sokken die oma Big gebreid heeft. Mooi. Ik kom jullie spulletjes voor de rommelmarkt ophalen. Hier zijn ze. Dank je. Wat dacht u van deze oude stoel? Oh, wat aardig van u. Tot ziens. Tot ziens. Mama, je hebt papa's stoel weggegeven. Sst, niks zeggen. Hij ziet het toch niet. Vandaag is de dag van de rommelmarkt. Hallo? Hallo, mejuffrouw Konijn. Peppa, wat vind je van deze stoel? Het is dan wel oude troep, maar als je hem stuk hakt, kan die je de open haard. Die stoel is antiek. Echt waar? Papa zei dat hij een fortuin waard is. Wie had dat gedacht? Dan gooi ik de prijs omhoog. Dag! Hallo allemaal. Hallo, Peppa. Wat heb jij gegeven, Suzy? Mijn doktersverkleedkleren. En ik mijn papegaaienballon. Ik heb mijn aapje gegeven. Oeh, oeh, oeh. Oh, ik zal mijn springveerpoppetje missen. Kan ik dit springveerpoppetje kopen? En ik deze doktersverkleedkleren? De papegaaienballon alstublieft. Mama, mama, dit hebben wij gekocht. al jullie oude speelgoed. Dan is dat zo erg. Kijk, dit heb ik gekocht. Een mooie antieke stoel. Oh, Papa Big, dat is geen antieke stoel. Wel waar. Mevrouw Konijn zei het. En hij past bij mijn andere. Ja, papa. Dat komt omdat... Sst, Peppa. Het jouw oude stoel is. Wat? Maar ik heb net een fortuin betaald aan mevrouw Konijn. Ik heb fantastisch nieuws, iedereen. We hebben nu meer dan genoeg geld opgehaald voor een nieuw schooldak. Hoera! Bedankt hoor, Papa Big. Ho, ho. Het was geen enkel probleem. Bootje varen. De eendjes zwemmen in de vijver. Ze hebben het naar hun zin. Hier zijn Peppa, George, Mama Big en Papa Big. Hallo eendjes. De eendjes willen brood. Sorry mevrouw Eend, we hebben vandaag geen brood bij ons. Maar we hebben wel iets dat veel leuker is. Peppa heeft haar speelgoedboot meegebracht. En George heeft de zijne meegebracht. Ik zal je boot opwinden, George. George heeft een opwindboot met een veer. Snel, George. Zet je boot in de vijver voordat de veer is afgelopen. George is dol op zijn opwindboot. Mama, wind je mijn boot ook op? Maar dat hoeft niet met jouw boot, Peppa. Peppa's boot is een zeilboot. De wind duwt hem vooruit. Ik vind mijn boot niet zo leuk. Hij doet helemaal niks. Dat komt omdat het vandaag niet waait. Misschien heeft hij hulp nodig. Ik hijg en ik puf en ik blaas je boot vooruit. Hoera! Wat ging je hard, zeg? Peppa is dol op haar zeilboot. Nee. Daar heb je Peppa's vriendinnetje Suzie Schaap. Hallo allemaal. Hallo Suzie. Wij zijn aan het bootje varen. Nee. Ik heb een speedboot. Moet je hem opwinden? Nee, hij loopt op batterijen. De speedboot van Suzie vaart op batterijen. Oeh. Wat een coole speedboot. Sorry, mevrouw Eend. Daar is Henkie Hond met opa Hond. Hallo allemaal. Hallo Henkie. Mijn opa heeft deze radarboot gemaakt. Oeh. Jongen zeg, dat is een prachtboot. En hoe werkt die? Hij vaart op stoomkracht. Wanneer ik dit hendeltje overhaal... Wauw. Wat een geweldige radarboot. Hier is Kelly Konijn met haar mama. Hallo allemaal. Hallo Kelly Konijn. We zijn aan het bootje varen. Ik wou dat ik een boot had. Kelly Konijn heeft namelijk geen boot. Ik heb wel een idee. Gelukkig heb ik mijn krant meegenomen. Ik heb maar 1 bladzij nodig. Wat kan ik wel missen? Nieuws, sport, mode. Die wil ik nog lezen, hoor. Oké, dan maar het politieke nieuws. Toen ik een klein biggetje was, vouwde ik ook al krantenbladzijden. Kijk, zo. Wat is Papa Big van plan? Zo maakte ik een papieren boot. Papa Big heeft een papieren boot gemaakt. Bedankt, meneer Big. George wil ook een papieren boot. Ho, ho. Ik denk dat ik wel zonder de sportpagina kan. Mag ik er alsjeblieft ook? Ik ook. En ik? Natuurlijk. Papa Big maakt voor iedereen een papieren bootje. Zullen we een race doen? Goed idee, Mama Big. We gaan heel hard blazen en zo varen ze naar de overkant. Haal allemaal maar diep adem. Klaar voor de start. Blaas! We hebben een winnaar. Wie had de sportpagina? Dat is de boot van George. George is de winnaar. Hoera! Ik hou van bootjes. En van papieren bootjes het meest. Ik ook! Het is tijd om naar huis te gaan. Iedereen heeft het erg leuk gehad. Tot ziens! Tot ziens, eentjes. Tot de volgende keer. De eentjes hebben het ook leuk gehad. Maar toch zijn ze blij dat ze hun vijver weer terug hebben. Een mistig dagje. Peppa en George gaan vandaag naar de speeltuin. Zullen we met de auto naar de speeltuin? Nee, we lopen. Kijk, het is echt niet ver weg. De speeltuin is inderdaad vlakbij. Goed dan, we lopen. Deze kant op allemaal. Wij gaan naar de speeltuin, wij gaan naar de speeltuin. Oh, waar is de zon nou heen? Geen paniek, Peppa. Het is gewoon mist. Wat is mist? Mist is een wolk die op de grond zweeft in plaats van in de lucht. Oeh. Het is wel dichte mist. Ik zie helemaal niks meer. Misschien moeten we terug naar huis. Ja, we gaan wel een andere keer naar de speeltuin. Oh. Het is te mistig om naar de speeltuin te gaan, dus moeten Peppa en George terug naar huis. Goed. Welke kant moeten we op? Zijn we verdwaald, Papa Big? Rustig maar. Ik weet precies waar we nu zijn. Hierheen. Wat doet die boom daar? Papa Big is tegen een boom aangebotst. Ben je nog heel, Papa Big? Ja, niks aan de hand. Hierheen. Papa Big, weet je waar je naartoe gaat? Ja, natuurlijk wel. Ik geloof dat we ons huis nooit meer terugvinden. Ik weet zeker van wel, Peppa. We zijn al in onze tuin. Oh, dat zijn de eendjes. Hallo, mevrouw Eend. Bent u de vijver soms kwijt? Wij zijn ook kwijt. Wel nee, Peppa. Ik weet precies waar we zijn. Tot ziens weer, eendjes. Succes met het vinden van de vijver. Oh! Papa Big heeft de vijver gevonden. Wat een geluk! Ja, ik ben een geluksbig. Papa, mevrouw Eend zegt dank u. Heel graag gedaan, mevrouw Eend. Goed, dan gaan we nu naar huis. En we gaan deze kant op. Hallo! Horen jullie ook iets? Ja, ik dacht dat ik iemand hoorde zeggen. Hallo! Het is mejuffrouw Konijn, samen met Kelly en Kareltje. Hallo, Peppa. We zijn verdwaald. Hallo daar, Kelly. Wij zijn ook verdwaald. We waren op weg naar de speeltuin. Wij dus ook. Maar het is veel te mistig geworden. Kom mee allemaal. We wachten thuis totdat de mist is opgetrokken. Papa Big, weet je waar je naartoe gaat? Ja, natuurlijk wel. Hierheen. Ja, Papa Big. Aha. Ik heb onze heuvel gevonden. Nu zijn we zo thuis. Hoera! Ons huis staat namelijk hier. Oh, Papa Big heeft een ladder gevonden. Dat is raar. We hebben toch geen ladder in onze tuin? Alle biggen. Kan je zien waar we zijn, Papa Big? Heel erg goed zelfs. Papa, waar zijn we dan? Kijk zelf maar even. Oké. Wauw. Wauw. Ik kan alles ineens weer zien. De mist trekt snel weg. We zijn in de speeltuin. Hoera! Wee! Wij zijn in de speeltuin. Wij zijn in de speeltuin. Joepie! Wip-wap, wip-wap. Papa, mama! We zijn in de speeltuin. Maar dat is een gelukje, want ik dacht dat we naar huis gingen. Ja, ik ook. Misschien waren we toch wel een beetje verdwaald. Sportdag! Vandaag is het sportdag op school. Peppa en al haar vriendjes doen mee. Het eerste onderdeel is hardlopen. De kinderen moeten zo hard mogelijk rennen. Ik denk dat ik ga winnen, want ik kan heel hard rennen. Ik ben sneller dan jij. Klaar voor de start. Af! Ik ren wel 100 kilometer per uur. Ik ren wel 1 miljoen kilometer per uur. Peppa, Suzy, stop met kletsen en ren. Oh! Kelly Konijn gaat aan de leiding. Corrie, Peppa en Suzy lopen helemaal achteraan. Zet op, Kelly! Kelly Konijn heeft gewonnen. En Peppa en Suzy zijn de laatste. De winnaar van de wedstrijd is onze Kelly Konijn. Hoera! Dank u wel. Ik had vast gewonnen als jij niet tegen me had staan praten, Suzy. Kom, kom, Peppa. Onthoud maar dat het niet om het winnen gaat, maar om het meedoen. Ja, papa. Het volgende onderdeel is het verspringen. George en Karel kijken wie het verste kan springen. George, ren zo hard als je kan en spring zo ver als je kan. George, klaar voor de start? Af! George sprong zo ver als hij kon. En nu is Karel Konijn aan de beurt. Piep, piep. Als Karel geen aanloop neemt, zal hij niet zo ver springen. Karel, klaar voor de start? Af! Karel heeft verder gesprongen dan George. En de winnaar is Karel Konijn. Hoera! George, onthoud maar dat het niet om het winnen gaat, maar wel om het meedoen. De volgende wedstrijd is de estafette. Elk kind mag een ouder uitzoeken om mee hard te lopen. Peppa, kies mij, kies mij. Maar papa, jij bent niet zo goed in hardlopen. Als klein piggetje was ik er heel goed in. Maar nu heb je een dikke buik. Ik kan nog steeds bij mijn tenen, hoor. Bijna. Oké, papa. Maar je moet wel heel erg hard gaan. Ho, ho, ho. De papa's en mama's lopen het eerste deel van de wedstrijd en geven dan de stokjes door aan de kinderen. Mama's en papa's, klaar voor de start? Af! Papa Big gaat aan kop. Helemaal klaar, papa! Dank je, papa. Dat heb je goed gedaan. Nu ben ik aan de beurt om te... Peppa, stop met kletsen en ren. Oh. Miauw. Nee. En de winnaar is Olivia Olifant. Hoera! Oh, papa. Ik heb nog niet eens 1 prijs. Rustig maar, Peppa. Er komt nog een onderdeel. En dan nu het laatste onderdeel van vandaag. We gaan touwtrekken. Meisjes tegen de jongens. En als ik afzeg, moet je zo hard als je kunt aan het touw trekken. De meisjes gaan winnen. Nee, mooi niet. De jongens gaan winnen. Klaar voor de start? Af! Kom op, jongens! Ze trekken allemaal op hun hardst en daardoor breekt de touw. Wow. En de uitslag is gelijkspel. Dus allemaal gewonnen. Hoera! Ik ben dol op schoolsportdag. En vooral als ik de prijs win. Bedtijd. Het is bijna bedtijd. Peppa en George smullen van hun avondeten. Papa Pig. Oh, sorry. Ik ben een beetje moe. Het was een lange dag. George en ik zijn helemaal niet moe. Mogen we in de tuin spelen? Nou, het is al bijna bedtijd. Oh, mogen we nog heel eventjes buiten spelen? Alsjeblieft, mama. Alsjeblieft, papa. Oké. Maar meteen komen als jullie in bad moeten. Ik snap niet waar ze de energie vandaan halen. Peppa en George gaan voor het slapen nog even in de tuin spelen. Kijk, George. Heel veel modderpoelen. Peppa en George hebben hun laarzen aan. Zo kunnen ze goed op en neer springen in modderpoelen. Peppa is dol op springen in modderpoelen. En George is ook dol op springen in modderpoelen. Kijk, de grootste modderpoel van de wereld. Wat een reusachtige modderpoel, zeg. Peppa, George, in bad. Papa, mama, we hebben de allergrootste modderpoel ooit gevonden. Dat zie ik, ja. Hup, snel in bad. Oh, mogen we nog niet heel eventjes buiten spelen? Nee, het is baddertijd. Jullie zijn zeker al slaperig, hè? Nee, papa. We zijn zelfs nog niet een klein beetje slaperig. Peppa en George zijn dan misschien niet slaperig, maar ik wel. Ik ook. Oh. Voordat ze gaan slapen, gaan Peppa en George in bad. Peppa is dol op spetteren. En George is dol op spetteren. Peppa en George zijn allebei dol op spetteren. Dat is wel genoeg gespetter. Jongens, afdrogen en pyjama's aandoen. Oh, mogen we niet nog ietsie-pietsie langer in bad blijven? Haha. Baddertijd is voorbij. Nu gaan jullie je tanden poetsen. Voordat ze naar bed gaan, poetsen Peppa en George hun tanden. Goed zo, stop maar met poetsen. Nu hup in bed. Oh, ik denk dat ik nog eventjes moet doorpoetsen. Als je in bed ligt, leest Papa Big nog een verhaaltje voor. Hoera! Peppa en George zijn dol op verhaaltjes. Als Peppa gaat slapen, ligt Teddy altijd knus tegen haar aan. En als George gaat slapen, ligt meneertje Dinosaurus altijd knus tegen hem aan. En zijn jullie nu een beetje slaperig? Nee hoor, papa. Dus je mag heel veel verhaaltjes voorlezen. Papa Big zal 1 verhaaltje voorlezen. Kies maar een boekje uit. Het Rode Apenboek. Oké, dan lees ik het Rode Apenboek voor. Peppa en George zijn dol op het Rode Apenboek. Lang, lang geleden. Oh, sorry hoor, Papa Big. Lang, lang geleden was er een rood aapje. En dat rode aapje ging in bad. Daarna poetste hij zijn tanden en ging hij naar bed. En al heel snel lag hij zachtjes te snurken. Slaap lekker, rood aapje. Peppa en George zijn in slaap gevallen. Wel te rusten, Peppa en George. Slaap lekker. Nu Peppa en George slapen, gaan Papa Big en Mama Big wat televisie kijken. En dan is het nu tijd voor Detective Pomfrito. Precies het programma waar ik zin in heb. Detective Pomfrito heeft altijd zin in actie. Hij rent als een haas, springt als een stuiterbal en hij slaapt nooit. Het is bedtijd voor Peppa en George, maar zo te zien is het ook bedtijd voor mama en papa Big. De oogtest. Peppa en George spelen met Pedro Pony. Ze gaan in modderpoelen springen. Pedro glijdt uit. Nu is hij zijn bril kwijt. Nee. Ik ben mijn bril kwijt. Zonder zijn bril kan Pedro niet zo goed zien. George heeft de bril van Pedro gevonden. Malle George. Hier is je bril. Dank je. Pedro, waarom moet jij een bril op? Dat moet ik, omdat de opticien dat zegt. Wat is een opticien? Mijn vader is een opticien. Hij kan meten of jij wel goed kan zien. Hoe? Kruipt hij dan soms in je hoofd? Hij doet een oogtest. Zal ik bij jou een oogtest doen? Ja, doe maar een oogtest. Oké. interessant hoor. Doe 1 oog dicht en zeg dan wat je ziet. Nu zie ik George. Doe ze nu allebei dicht. Nu zie ik helemaal niks. Ziet helemaal niks? Erg interessant. Ik denk dat je een bril moet. Oh, echt waar? Ja. Pedro, we gaan. Tot ziens, Pedro. Nee. Tot ziens. Mama, ik moet een bril hebben. Wat? Pedro heeft een oogtest gedaan en nu moet ik een bril. Jouw ogen zijn heus in orde. Nee, mama. Toen ik mijn ogen dicht deed, zag ik helemaal niks meer. Maar niemand kan iets zien met zijn ogen dicht. Oh. Waarom wil je opeens een bril, Peppa? Pedro weet echt alles van brillen. Zijn papa is opticien. Oké, Peppa. Dan gaan we nu naar de opticien voor een echte oogtest. Dat is goed. George, wil jij soms ook een oogtest? Nee. Peppa is bij de opticien. Nee. En de opticien is meneer Pony. Hallo, Peppa. Ga maar zitten. Wat kan ik voor je doen? Mag ik een oogtest, alstublieft? Geen probleem. Zet deze speciale bril maar op. En kijk goed naar de kaart. Meneer Pony gaat nu Peppa's ogen testen. Kan je deze letters voor me oplezen? Oké. A, B, C, D, E, F. Goed. En nu deze cijfers graag. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Heel erg goed. En nu de kleuren graag. Rood, groen, oranje, blauw, geel en paars. Uitstekend. Terwijl ik de uitslag bekijk, mag jij een bril uitzoeken. Oh, leuk! Wat vind je van deze bril, Peppa? Heel grappig! Hé, kijk, hoe vind je deze dan? Veel te groot! En wat dacht je hiervan? Wauw! Deze vind ik echt leuk, mama! Ja, Peppa, die staat je fantastisch! Die staat fantastisch! Goed nieuws! Peppa heeft perfecte ogen! Oh, dus ik heb geen bril nodig. Oh, nee. Maar die wou ik zo ontzettend graag. Oh. Wat dacht je dan van een mooie zonnebril? Ja, een zonnebril. Alsjeblieft. Fantastisch. Ik hoop dat de zon iedere dag schijnt. Dan kan ik altijd mijn zonnebril op. Ja. In de file. Oma en opa Big maken een lunch voor Peppa en de hele familie. Ik heb nog wat aardappels opgegraven. Oh, opa. Maar we hebben toch al genoeg aardappels? Een echte Big heeft nooit genoeg aardappels. Oké. Stop ze dan maar snel in de oven. Ze zullen zo wel komen. Oh, we hebben heus tijd genoeg. Het is pas 11 uur. Peppa en haar familie zijn al onderweg. Waren we maar eerder vertrokken. Nu komen we vast weer te laat. Geen paniek, mama Big. We hebben nog zeeën van tijd. We zijn altijd te laat. Als we naar opa en oma gaan. Deze keer niet. We nemen een andere weg om zo de drukte te vermijden. Oh, dit had ik dus niet verwacht. De auto van de familie Big staat stil in een file. Kijk, daar is Henkie Hond met opa Hond. Henkie Hond en opa Hond staan ook in de file. Hallo, Peppa. Hallo, Peppa. We gaan naar mijn opa en oma voor de lunch. Maar we komen veel te laat. Het is al 1 uur. Ze zijn te laat, zoals gewoonlijk. Hoe gaat het met je aardappels? Die hebben nog wel even nodig, denk ik. Hallo, met oma Big. Hallo, oma Big. We staan stil in een lange file. Maak je niet druk. Wij zijn ook wat laat. Opa heeft zich vergist met de aardappels. Zie je zo meteen. De arme schatten staan stil in een lange file. Dan kan ik mooi nog even een paar kilo aardappels voor ons opgraven. Opa Big. We rijden super langzaam. Zo komen we nooit bij opa en oma Big. Peppa heeft gelijk. We moeten een andere weg nemen. Tja, dit kan nog wel uren duren. Ik weet een kortere weg. Tot ziens allemaal. Wij gaan binnen doorrijden. Tot ziens, Peppa. Succes! Mama Big rijdt nu binnendoor, zodat ze niet in de file hoeven te staan. Maar binnendoor is het nog wel hobbelig. Dit is leuk. Weet je wel zeker dat we goed gaan? Vertrouw me maar. Hallo eendjes. Wij rijden fijn binnendoor. Kijk, daar is de hoofdweg weer. Goed gedaan, Mama Big. Maar we staan weer achter Henkie's kraanwagen. Hallo. Welkom terug. Oh nee, dat binnendoorrijden is niet zo goed gelukt. Mooi, de lunch is klaar. En het belangrijkste van alles is dat de aardappels gaar zijn. De lunch is dan wel klaar, maar Peppa en de anderen zijn er nog steeds niet. Hallo, u spreekt met opa Big. We zijn bijna bij jullie. Maar het verkeer rijdt hier nog altijd met een slakkengangetje. Van een heel erg langzame slak. Ze zijn er bijna, maar ze staan nog steeds vast in de file. Arme schatten. En het eten wordt ook nog koud. Ik heb een goed idee. Eventjes mijn kruiwagen halen. Wat is opa Big van plan? Oma Big, we laden die hele lunch in mijn kruiwagen. Ai, ai, opa Big. Als ze niet naar de lunch kunnen komen, dan brengen we de lunch gewoon naar ze toe. Kijk, daar zijn opa en oma. Met onze lunch. In een kruiwagen. Ahoi daar. We kunnen aan tafel. Is er genoeg voor Henkie en voor opa Hond? Mogen die ook wat? Er is genoeg voor iedereen. Hoera! Aardappels! Maar goed dat je zoveel aardappels hebt klaargemaakt, opa. Ho, ho! Een echte Big heeft nooit genoeg aardappels. Recyclen. Meneer Stier, de vuilnisman, haalt vanochtend het vuil op. Het is nog heel vroeg, dus meneer Stier probeert zo zachtjes mogelijk te doen. Maar meneer Stier is niet zo goed in zachtjes doen. Peppa en George zitten aan de ontbijttafel. Wat een herrie, zeg! Dat is meneer Stier, de vuilnisman. Hallo meneer Stier. Oeh, hallo allemaal. Moet weer door. Nog meer vuilnis ophalen. Dag. Dag. Meneer Stier heeft onze vuilnisbak leeggemaakt. Mooi. Dan gaan we de tafel afruimen. Mag ik helpen, mama? Ja, graag zelfs. Dan gooi ik deze lege fles in de vuilnisbak. Peppa, stop. Maar... lege flessen gaan niet in de vuilnisbak. Die kunnen worden gerecycled. Wat betekent dat? Alle dingen die we niet opnieuw gebruiken, gaan in de vuilnisbak voor meneer Stier. Maar alles wat we wel weer kunnen gebruiken, gaan in deze recycledozen. De rode is voor oude kranten, de blauwe is voor blikjes en de groene is voor flessen. Peppa, jij hebt daar een fles. Dus in welke doos hoort de fles? In de groene. Juist. Dit is leuk. Nu is George aan de beurt. Zie jij een oude krant voor in de rode doos? George wil de krant van Papa Big graag recyclen. Ho, ho! Ik heb deze krant nog lang niet helemaal uitgelezen, George. Met een minuutje ben ik klaar. Nou, goed dan. Alsjeblieft, George. Oude kranten doen we in de rode doos, George. Ik zie dat de dozen bijna vol zijn. Laten we naar het recyclecentrum gaan. Hoera! Dat doen we! Mama Big heeft de flessen. Peppa heeft de blikjes. En George heeft de oude kranten. Is iedereen er klaar voor? Ja, Papa Big! Kom, we gaan! Recycle, recycle, we doen naar recyclen. Blikjes, flesjes, oude kranten. Recycle, recycle, we doen naar recyclen. Dit is het recyclecentrum van mejuffrouw Konijn. We zijn er. Hoera! Hallo daar. Hallo mejuffrouw Konijn. Komen jullie om iets te recyclen? Ja, inderdaad. Wat fijn zeg. Ga je gang. Wat is mejuffrouw Konijn aan het doen? Ze recycelt alle roestige oude auto's. Wauw. Wie weet in welke bak de flessen moeten? In de groene. Dat klopt. En de blikjes gaan in de blauwe. Goed zo, Peppa. George wil de oude kranten recyclen. Oké, George, dan mag jij nu de kranten doen. Zo. Voor vandaag hebben we wel genoeg gerecycled. Ja. Kom, we gaan naar huis. Oh, waar is onze auto nou? De auto van de familie Big is weg. Achteruit! Oh nee, mejuffrouw Konijn is hem aan het recyclen. Stop! Dat is onze auto! Wat? Meen je dat nou? Ja! Onze auto is niet oud en roestig. Domme ik. Ik ben gewoon dol op recyclen. Ja, en wij ook. Maar we zijn ook dol op onze auto. Ja, en onze auto is dol op ons. Ja, toch? Zwemmen! Familie Big is in het zwembad. Papa Big heeft zijn zwembroek aan. Mama Big draagt haar bikini. Peppa heeft haar badpak aan. Opschieten, George! We staan op je te wachten! En George heeft ook zijn zwembroek aan. Peppa, George, papa geeft jullie je zwemvleugeltjes. Kijk eens, George. Nu heb je twee hele gespierde armen. Nu ik! Mooi. Dan kunnen we nu het water in. Hoera! Voor George is dit de eerste keer in het zwembad. Doe eerst maar eens 1 voetje in het water. Misschien werkt je andere voet beter. Misschien werkt het nog beter met allebei je voetjes tegelijk. Goed idee. Goed zo, George. Maar je mag nu wel stoppen met al dat spetteren. Daar komt Kelly Konijn aan, samen met haar kleine broertje, Karel. Hallo daar, Kelly. Hallo allemaal. Karel, als je dit matje vasthoudt, dan kun je de beenslag oefenen. George, wil jij de beenslag ook proberen? Goed zo, jongens. Maar niet zo spetteren. Grote kinderen spetteren niet. Wij zijn al heel goed in zwemmen. Als George en Karel groter zijn, kunnen ze net zo goed zwemmen als wij. Denk je ook niet, Kelly? Ja. Oh! Karel heeft een speelgoedgietertje. Hou op, Karel! Oh. Oh nee, Karel laat zijn gietertje vallen in het zwembad. Mami? Sorry, Karel, daar kan ik niet bij. Het is echt veel te diep. Mami? Ik kan niet onder water zwemmen. Zelfs ik kan niet onder water zwemmen. Hou jij mijn bril vast, Mama Big? Alsjeblieft. Goed gedaan, Papa Big. Ik ben best wel goed in onderwater zwemmen. Huh? Dat gietertje is echt voor baby's. Mogen we van de duikplank afduiken? Sorry, Peppa, maar duikplanken zijn echt voor volwassenen. Oh. Niet zo somber, jullie. Ik zal er wel afduiken. Gekke papa, je buik is veel te dik. Haha, onzin. Ik heb prijzen gewonnen met duiken toen ik nog jong was. Dat is al een aardig tijdje geleden, Papa Big. Ja, maar gelukkig ben ik nog heel fit en sterk. Hou jij mijn bril weer vast, Mama Big? Jullie kunnen beter vanaf de zijkant kijken. Wil je ons alsjeblieft niet nat spetteren, papa? Natuurlijk spetter ik je niet nat, Peppa. Ik denk dat ik van de hoge ga. Wees voorzichtig, Papa Big. Ja, en niet spetteren, papa. Haha, rustig maar, Peppa. Je mag ons niet nat spetteren, papa. Ik zei toch dat ik niet spetter? Slimme papa. Goed gedaan, Papa Big. Een handdoek heb ik niet nodig. Ik heb mijn eigen manier om droog te worden. Papa Big heeft iedereen nat gespetterd. Papa Big. Sorry allemaal. De garage van opa Hond. Dit is de garage van opa Hond. En daar heb je Peppa en haar familie in hun auto. Hallo Henkie. Hallo Peppa. Wow, wat mag ik vandaag voor jullie doen? We hebben benzine, lucht voor de banden en een nieuwe automatische wasstraat. 2 waterijsjes graag. Oh, komt eraan. Bij de garage van opa Hond verkopen ze van alles. Zelfs waterijsjes. Bedankt hoor. Tot ziens. Tot ziens. Ik hou van onze auto. En onze auto houdt ook van ons. Ja toch? Oh nee, de auto doet het niet meer. Dat is niet best. Hij start niet meer. Ik weet iets. Ik bel gewoon opa Hond. Garage opa Hond hier. Help, onze auto doet het niet meer. Henkie, we moeten een reddingsactie starten. Jippie! Reddingsactie! Reddingsactie! Kijk, daar zijn Henkie en opa Hond al. Hoera! Opa Hond weet alles van auto's. Is het ernstig? Nee, alleen de benzinetank is leeg. En wat doen we nu? In mijn garage heb ik genoeg benzine. Ik sleep jullie wel even. Opa Hond sleept de auto van Peppa mee terug naar zijn garage. En nu doet opa Hond wat benzine in de tank. Bedankt, opa Hond. Daar is Suzie Schaap met haar moeder in hun auto. Hallo, papa. Hallo, Suzie. De benzine was helemaal op. Opa Hond is ons komen redden. Wauw, dat klinkt spannend. Tot ziens, Peppa. Tot ziens, Suzie. Oh, nee. Alle lucht is uit de band gelopen. Moet opa Hond ons nu ook komen redden? Ik denk het wel. Garage opa Hond hier. Ik snap het. Geen paniek, mevrouw Schaap. Ik kom erom. Reddingsactie! Mag ik ook met jullie mee? Spring er maar in, Peppa. Reddingsactie! Reddingsactie! Hallo, Suzie. Wij zijn er om jullie te redden. Hoera! Opa Hond doet snel weer lucht in de band. Dank u, opa Hond. En daar zijn opa en oma Big in hun auto. Hallo allemaal. Hallo opa Big. Komt u voor benzine of lucht? Nee, bedankt. Ik kom de nieuwe wasstraat uitproberen. Uitstekend. Hij is computergestuurd, weet u. Hallo, ik ben uw wasstraat van de toekomst. Oeh. Eerst even inzeven. Dan afspoelen. En tenslotte even oppoetsen. Wauw! Het spijt me, ik heb een storing. Oh nee, de computer is kapot. En de auto van opa Big zit vast. Ah, doe toch iets, opa hond. Oh, maar ik heb geen verstand van computers. Mijn papa heeft thuis de computer gemaakt. Nou eerlijk gezegd heb ik hem niet gemaakt. Ik heb alleen... Mooi, dan is dit een werkje voor Papa Big. Misschien moet ik hem even uitzetten. En nu weer aanzetten. Papa Big heeft de wasstraat gemaakt. Hoera! Opa Hond is de beste automonteur, maar mijn papa is wasstraatmonteur. De rommelmarkt. Het is een regenachtige dag en in het dak van de school zit een gat. Kinderen, wij gaan een rommelmarkt organiseren. Het geld dat we verdienen gaat naar een nieuw dak voor de school. Hoera! Iedereen moet dus iets geven voor de rommelmarkt. Wat dan precies? Je kunt oud speelgoed geven of iets dat je niet meer gebruikt. Miauw. Alle ouders komen hun kinderen ophalen. Naar huis. En vergeet niet oude spulletjes te verzamelen voor de rommelmarkt. Peppa kiest speelgoed uit voor de rommelmarkt. Peppa, heb je al gekozen? Je hoeft maar één ding weg te geven. Ja, en zo help je de school aan een gloednieuw dak. Oké, dan kies ik... Meneertje Dinosaurus. Meneer Dinosaurus is het lievelingsspeelgoed van George. Peppa, je kunt meneer Dinosaurus niet weggeven. Echt niet? Nee. Ik snap het. Sorry, George. Dinosaurus. Waarom kies je niet deze oude springvierenpop? Oké. Nu is het jouw beurt, papa. Wat? We moeten allemaal iets geven voor de rommelmarkt. Ja, ik geef deze hoed en George geeft deze bal weg. En wat gaat papa geven? Ik weet wat, de televisie. Niet de tv. Nee, die gebruiken we nog. Ik weet het. Papa steekpantoffels. Nee, te stinkerig. Ik weet het! Papa's oude stoel. Maar die is antiek. Wat betekent antiek? Antiek betekent dat iets oud is en waardevol. Maar deze heb je van de straat gehaald, Papa Big. Hij is waardeloos. Als ik hem heb opgeknapt, is je fortuin waard. Dat zeg je nu al zoveel jaren, Papa Big. Ik weet iets. Ik geef deze prachtige sokken die oma Big gebreid heeft. Mooi. Ik kom jullie spulletjes voor de rommelmarkt ophalen. Hier zijn ze. Dank je. Wat dacht u van deze oude stoel? Oh, wat aardig van u. Tot ziens. Tot ziens. Mama, je hebt papa's stoel weggegeven. Sst, niks zeggen. Hij ziet het toch niet. Vandaag is de dag van de rommelmarkt. Hallo. Hallo, mejuffrouw Konijn. Peppa, wat vind je van deze stoel? Het is dan wel oude troep, maar als je hem stuk hakt, kan die je de open haard. Die stoel is antiek. Echt waar? Papa zei dat hij een fortuin waard is. Wie had dat gedacht? Dan gooi ik de prijs omhoog. Dag. Hallo allemaal. Hallo Peppa. Wat heb jij gegeven, Suzy? Mijn doktersverkleedkleren. En ik mijn papegaaienballon. Ik heb mijn aapje gegeven. Oeh, oeh, oeh. Oh, ik zal mijn springveerpoppetje missen. Kan ik dit springveerpoppetje kopen? En ik deze doktersverkleedkleren? De papagaaienballon alstublieft. Mama, mama, dit hebben wij gekocht. Oh, jullie oude speelgoed. Dan is dat zo erg. Kijk, dit heb ik gekocht. Een mooie antieke stoel. Oh, Papa Big, dat is geen antieke stoel. Wel waar, mevrouw Konijn zei het. En hij past bij mijn andere. Ja, papa. Dat komt omdat... Sst, Peppa. Het jouw oude stoel is. Wat? Maar ik heb net een fortuin betaald aan mevrouw Konijn. Ik heb fantastisch nieuws, iedereen. We hebben nu meer dan genoeg geld opgehaald voor een nieuw schooldak. Hoera! Bedankt hoor, Papa Big. Ho, ho. Het was geen enkel probleem. Bootje varen. De eendjes zwemmen in de vijver. Ze hebben het naar hun zin. Hier zijn Peppa, George, Mama Big en Papa Big. Hallo eendjes. De eendjes willen brood. Sorry mevrouw Eend, we hebben vandaag geen brood bij ons. Maar we hebben wel iets dat veel leuker is. Peppa heeft haar speelgoedboot meegebracht. En George heeft de zijne meegebracht. Ik zal je boot opwinden, George. George heeft een opwindboot met een veer. Snel, George. Zet je boot in de vijver voordat de veer is afgelopen. George is dol op zijn opwindboot. Mama, wind je mijn boot ook op? Maar dat hoeft niet met jouw boot, Peppa. Peppa's boot is een zeilboot. De wind duwt hem vooruit. Ik vind mijn boot niet zo leuk. Hij doet helemaal niks. Dat komt omdat het vandaag niet waait. Misschien heeft hij hulp nodig. Ik hijg en ik puf en ik blaas je boot vooruit. Hoera! Wat ging je hard, zeg? Peppa is dol op haar zeilboot. Nee. Daar heb je Peppa's vriendinnetje Suzie Schaap. Hallo allemaal. Hallo Suzie. Wij zijn aan het bootje varen. Nee. Ik heb een speedboot. Moet je hem opwinden? Nee, hij loopt op batterijen. De speedboot van Suzie vaart op batterijen. Oeh. Wat een coole speedboot. Sorry, mevrouw Eend. Daar is Henkie Hond met opa Hond. Hallo allemaal. Hallo Henkie. Mijn opa heeft deze radarboot gemaakt. Oeh. Jongen zeg, dat is een prachtboot. En hoe werkt die? Hij vaart op stoomkracht. Wanneer ik dit hendeltje overhaal... Wauw. Wat een geweldige radarboot. Hier is Kelly Konijn met haar mama. Hallo allemaal. Hallo Kelly Konijn. We zijn aan het bootje varen. Ik wou dat ik een boot had. Kelly Konijn heeft namelijk geen boot. Ik heb wel een idee. Gelukkig heb ik mijn krant meegenomen. Ik heb maar 1 bladzij nodig. Wat kan ik wel missen? Nieuws, sport, mode. Die wil ik nog lezen, hoor. Oké, dan maar het politieke nieuws. Toen ik een klein biggetje was, vouwde ik ook al krantenbladzijden. Kijk, zo. Wat is Papa Big van plan? Zo maakte ik een papieren boot. Papa Big heeft een papieren boot gemaakt. Bedankt, meneer Big. George wil ook een papieren boot. Ho, ho. Ik denk dat ik wel zonder de sportpagina kan. Mag ik er alstublieft ook heen? Ik ook. En ik? Natuurlijk. Papa Big maakt voor iedereen een papieren bootje. Zullen we een race doen? Goed idee, Mama Big. We gaan heel hard blazen en zo varen ze naar de overkant. Haal allemaal maar diep adem. Klaar voor de start. Blaas! We hebben een winnaar. Wie had de sportpagina? Dat is de boot van George. George is de winnaar. Hoera! Ik hou van bootjes. En van papieren bootjes het meest. Ik ook! Het is tijd om naar huis te gaan. Iedereen heeft het erg leuk gehad. Tot ziens! Tot ziens, eentjes. Tot de volgende keer. De eendjes hebben het ook leuk gehad. Maar toch zijn ze blij dat ze hun vijver weer terug hebben. Een mistig dagje. Peppa en George gaan vandaag naar de speeltuin. Zullen we met de auto naar de speeltuin? Nee, we lopen. Kijk, het is echt niet ver weg. De speeltuin is inderdaad vlakbij. Goed dan, we lopen. Deze kant op allemaal. Wij gaan naar de speeltuin, wij gaan naar de speeltuin. Oh, waar is de zon nou heen? Geen paniek, Peppa. Het is gewoon mist. Wat is mist? Mist is een wolk die op de grond zweeft in plaats van in de lucht. Oeh. Het is wel dichte mist. Ik zie helemaal niks meer. Misschien moeten we terug naar huis. Ja, we gaan wel een andere keer naar de speeltuin. Oh. Het is te mistig om naar de speeltuin te gaan, dus moeten Peppa en George terug naar huis. Goed. Welke kant moeten we op? Zijn we verdwaald, Papa Big? Rustig maar. Ik weet precies waar we nu zijn. Hierheen. Wat doet die boom daar? Papa Big is tegen een boom aangebotst. Ben je nog heel, Papa Big? Ja, niks aan de hand. Hierheen. Papa Big, weet je waar je naartoe gaat? Ja, natuurlijk wel. Ik geloof dat we ons huis nooit meer terugvinden. Ik weet zeker van wel, Peppa. We zijn al in onze tuin. Oh, dat zijn de eendjes. Hallo, mevrouw Eend. Bent u de vijver soms kwijt? Wij zijn ook kwijt. Wel nee, Peppa. Ik weet precies waar we zijn. Tot ziens weer, eendjes. Succes met het vinden van de vijver. Oh! Papa Big heeft de vijver gevonden. Wat een geluk! Ja, ik ben een geluksbig. Papa, mevrouw Eend zegt dank u. Heel graag gedaan, mevrouw Eend. Goed. Dan gaan we nu naar huis. En we gaan deze kant op. Hallo! Hoorden jullie ook iets? Ja, ik dacht dat ik iemand hoorde zeggen. Hallo! Het is Mevrouw Konijn, samen met Kelly en Kareltje. Hallo, Peppa. We zijn verdwaald. Hallo daar, Kelly. Wij zijn ook verdwaald. We waren op weg naar de speeltuin. Wij dus ook. Maar het is veel te mistig geworden. Kom mee allemaal. We wachten thuis totdat de mist is opgetrokken. Papa Big, weet je waar je naartoe gaat? Ja, natuurlijk wel. Hierheen. Ja, Papa Big. Aha. Ik heb onze heuvel gevonden. Nu zijn we zo thuis. Hoera! Ons huis staat namelijk hier. Oh, Papa Big heeft een ladder gevonden. Dat is raar. We hebben toch geen ladder in onze tuin? Alle biggen. Kan je zien waar we zijn, Papa Big? Heel erg goed zelfs. Papa, waar zijn we dan? Kijk zelf maar even. Oké. Wauw. Wauw. Ik kan alles ineens weer zien. De mist trekt snel weg. We zijn in de speeltuin. Hoera! Wee! Wij zijn in de speeltuin. Wij zijn in de speeltuin. Joepie! Wip-wap, wip-wap. Papa, mama! We zijn in de speeltuin. Maar dat is een gelukje, want ik dacht dat we naar huis gingen. Ja, ik ook. Misschien waren we toch wel een beetje verdwaald. Sportdag! Vandaag is het sportdag op school. Peppa en al haar vriendjes doen mee. Het eerste onderdeel is hardlopen. De kinderen moeten zo hard mogelijk rennen. Ik denk dat ik ga winnen, want ik kan heel hard rennen. Ik ben sneller dan jij. Klaar voor de start. Af! Ik ren wel 100 kilometer per uur. Ik ren wel 1 miljoen kilometer per uur. Peppa, Suzy, stop met kletsen en ren. Oh! Kelly Konijn gaat aan de leiding. Corrie, Peppa en Suzy lopen helemaal achteraan. Zet ons op, Kelly! Kelly Konijn heeft gewonnen. En Peppa en Suzy zijn de laatste. De winnaar van de wedstrijd is onze Kelly Konijn. Hoera! Dank u wel. Ik had vast gewonnen als jij niet tegen me had staan praten, Suzy. Kom, kom, Peppa. Onthoud maar dat het niet om het winnen gaat, maar om het meedoen. Ja, papa. Het volgende onderdeel is het verspringen. George en Karel kijken wie het verste kan springen. George, ren zo hard als je kan en spring zo ver als je kan. George, klaar voor de start? Af! George sprong zo ver als hij kon. En nu is Karel Konijn aan de beurt. Als Karel geen aanloop neemt, zal hij niet zo ver springen. Karel, klaar voor de start? Af! Karel heeft verder gesprongen dan George. En de winnaar is Karel Konijn. Hoera! George, onthoud maar dat het niet om het winnen gaat, maar wel om het meedoen. De volgende wedstrijd is de estafette. Elk kind mag een ouder uitzoeken om mee hard te lopen. Peppa, kies mij, kies mij. Maar papa, jij bent niet zo goed in hardlopen. Als klein biggetje was ik er heel goed in. Maar nu heb je een dikke buik. Ik kan nog steeds bij mijn tenen, hoor. Bijna. Oké, papa. Maar je moet wel heel erg hard gaan. Ho, ho, ho. De papa's en mama's lopen het eerste deel van de wedstrijd en geven dan de stokjes door aan de kinderen. Mama's en papa's, klaar voor de start? Af! Oh, oh. Papa Big gaat aan kop. Helemaal klaar, papa! Dank je, papa. Dat heb je goed gedaan. Nu ben ik aan de beurt om te... Peppa, stop met kletsen en ren. Oh! Miauw! Nee! En de winnaar is... Olivia Olifant. Hoera! Oh, papa. Ik heb nog niet eens 1 prijs. Rustig maar, Peppa. Er komt nog een onderdeel. En dan nu het laatste onderdeel van vandaag. We gaan touwtrekken. Meisjes tegen de jongens. En als ik afzeg, moet je zo hard als je kunt aan het touw trekken. De meisjes gaan winnen. Nee, mooi niet. De jongens gaan winnen. Klaar voor de start? Af! Kom op, jongens! Kom op, trekken! Hup, meisjes, trekken! Dat doe ik dan, Peppa. Ze trekken allemaal op hun hardst en daardoor breekt de touw. Wow! En de uitslag is gelijkspel. Dus allemaal gewonnen! Hoera! Ik ben dol op schoolsportdag. En vooral als ik de prijs win. Bedtijd. Het is bijna bedtijd. Peppa en George smullen van hun avondeten. Papa Pig. Oh, sorry. Ik ben een beetje moe. Het was een lange dag. George en ik zijn helemaal niet moe. Mogen we in de tuin spelen? Nou, het is al bijna bedtijd. Oh, mogen we nog heel eventjes buiten spelen? Alsjeblieft, mama. Alsjeblieft, papa. Oké. Maar meteen komen als jullie in bad moeten. Ik snap niet waar ze de energie vandaan halen. Peppa en George gaan voor het slapen nog even in de tuin spelen. Kijk, George. Heel veel modderpoelen. Peppa en George hebben hun laarzen aan. Zo kunnen ze goed op en neer springen in modderpoelen. Peppa is dol op springen in modderpoelen. En George is ook dol op springen in modderpoelen. Kijk, de grootste modderpoel van de wereld. Wat een reusachtige modderpoel, zeg. Peppa, George, in bad. Papa, mama, we hebben de allergrootste modderpoel ooit gevonden. Dat zie ik, ja. Hup, snel in bad. Oh, mogen we nog niet heel eventjes buiten spelen? Nee, het is baddertijd. Jullie zijn zeker al slaperig, hè? Nee, papa. We zijn zelfs nog niet een klein beetje slaperig. Peppa en George zijn dan misschien niet slaperig, maar ik wel. Ik ook. Oeh. Voordat ze gaan slapen, gaan Peppa en George in bad. Peppa is dol op spetteren. En George is dol op spetteren. Peppa en George zijn allebei dol op spetteren. Dat is wel genoeg gespetter. Jongens, afdrogen en pyjama's aandoen. Oh, mogen we niet nog ietsiepietsie langer in bad blijven? Haha, baddertijd is voorbij. Nu gaan jullie je tanden poetsen. Voordat ze naar bed gaan, poetsen Peppa en George hun tanden. Goed zo, stop maar met poetsen. Nu hup in bed. Oh, ik denk dat ik nog eventjes moet doorpoetsen. Als je in bed ligt, leest Papa Big nog een verhaaltje voor. Hoera! Peppa en George zijn dol op verhaaltjes. Als Peppa gaat slapen, ligt Teddy altijd knus tegen haar aan. En als George gaat slapen, ligt meneertje Dinosaurus altijd knus tegen hem aan. En zijn jullie nu een beetje slaperig? Nee hoor, papa. Dus je mag heel veel verhaaltjes voorlezen. Papa Big zal 1 verhaaltje voorlezen. Kies maar een boekje uit. Het Rode Apenboek. Oké, dan lees ik het Rode Apenboek voor. Peppa en George zijn dol op het Rode Apenboek. Lang, lang geleden... Oh, sorry hoor, Papa Big. Lang, lang geleden was er een rood aapje. En dat rode aapje ging in bad. Daarna poetste hij zijn tanden en ging hij naar bed. En al heel snel lag hij zachtjes te snurken. Slaap lekker, rood aapje. Peppa en George zijn in slaap gevallen. Wel te rusten, Peppa en George. Slaap lekker. Nu Peppa en George slapen, gaan Papa Big en Mama Big wat televisie kijken. En dan is het nu tijd voor Detective Pomfrito. Precies het programma waar ik zin in heb. Detective Pomfrito heeft altijd zin in actie. Hij rent als een haas, springt als een stuiterbal en hij slaapt nooit. Het is bedtijd voor Peppa en George... Maar zo te zien is het ook bedtijd voor mama en papa Big. De oogtest. Peppa en George spelen met Pedro Pony. Ze gaan in modderpoelen springen. Pedro glijdt uit. Nu is hij zijn bril kwijt. Nee. Ik ben mijn bril kwijt. Zonder zijn bril kan Pedro niet zo goed zien. George heeft de bril van Pedro gevonden. Malle, George. Hier is je bril. Dank je. Pedro, waarom moet jij een bril op? Dat moet ik, omdat de opticien dat zegt. Wat is een opticien? Mijn vader is een opticien. Hij kan meten of jij wel goed kan zien. Hoe? Kruipt hij dan soms in je hoofd? Hij doet een oogtest. Zou ik bij jou een oogtest doen? Ja, doe maar een oogtest. Oké. Interessant hoor. Doe 1 oog dicht en zeg dan wat je ziet. Nu zie ik George. Doe ze nu allebei dicht. Nu zie ik helemaal niks. Ziet helemaal niks? Erg interessant. Ik denk dat je een bril moet. Oh, echt waar? Ja. Pedro, we gaan. Tot ziens, Pedro. Nee. Tot ziens. Mama, ik moet een bril hebben. Wat? Pedro heeft een oogtest gedaan en nu moet ik een bril. Jouw ogen zijn heus in orde. Nee, mama. Toen ik mijn ogen dicht deed, zag ik helemaal niks meer. Maar niemand kan iets zien met zijn ogen dicht. Oh. Waarom wil je opeens een bril, Peppa? Pedro weet echt alles van brillen. Zijn papa is opticien. Oké, Peppa. Dan gaan we nu naar de opticien voor een echte oogtest. Dat is goed. George, wil jij soms ook een oogtest? Nee. Peppa is bij de opticien. Nee. En de opticien is meneer Pony. Hallo, Peppa. Ga maar zitten. Wat kan ik voor je doen? Mag ik een oogtest, alstublieft? Geen probleem. Zet deze speciale bril maar op en kijk goed naar de kaart. Meneer Pony gaat nu Peppa's ogen testen. Kan je deze letters voor me oplezen? Oké. A, B, C, D, E, F. Goed. En nu deze cijfers graag. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Heel erg goed. En nu de kleuren graag. Rood, groen, oranje, blauw, geel en paars. Uitstekend. Terwijl ik de uitslag bekijk, mag jij een bril uitzoeken. Oh, leuk! Wat vind je van deze bril, Peppa? Heel grappig! Hé, kijk, hoe vind je deze dan? Veel te groot! En wat dacht je hiervan? Wauw! Deze vind ik echt leuk, mama! Ja, Peppa, die staat je fantastisch! Die staat fantastisch! Goed nieuws! Peppa heeft perfecte ogen! Dus ik heb geen bril nodig. Oh, nee. Maar die wou ik zo ontzettend graag. Oh. Wat dacht je dan van een mooie zonnebril? Ja, een zonnebril. Alsjeblieft. Fantastisch. Ik hoop dat de zon iedere dag schijnt. Dan kan ik altijd mijn zonnebril op. Ja. In de file. Oma en opa Big maken een lunch voor Peppa en de hele familie. Ik heb nog wat aardappels opgegraven. Oh, opa. Maar we hebben toch al genoeg aardappels? Een echte Big heeft nooit genoeg aardappels. Oké. Stop ze dan maar snel in de oven. Ze zullen zo wel komen. Oh, we hebben heus tijd genoeg. Het is pas 11 uur. Peppa en haar familie zijn al onderweg. Waren we maar eerder vertrokken. Nu komen we vast weer te laat. Geen paniek, mama Big. We hebben nog zeeën van tijd. We zijn altijd te laat. Als we naar opa en oma gaan. Deze keer niet. We nemen een andere weg om zo de drukte te vermijden. Oh, dit had ik dus niet verwacht. De auto van de familie Big staat stil in een file. Kijk, daar is Henkie Hond met opa Hond. Henkie Hond en opa Hond staan ook in de file. Hallo, Peppa. Hallo, Peppa. We gaan naar mijn opa en oma voor de lunch. Maar we komen veel te laat. Het is al 1 uur. Ze zijn te laat, zoals gewoonlijk. Hoe gaat het met je aardappels? Die hebben nog wel even nodig, denk ik. Hallo, met oma Big. Hallo, oma Big. We staan stil in een lange file. Maak je niet druk. Wij zijn ook wat laat. Opa heeft zich vergist met de aardappels. Zie je zo meteen. De arme schatten staan stil in een lange file. Dan kan ik mooi nog even een paar kilo aardappels voor ons opgraven. Opa Big. We rijden super langzaam. Zo komen we nooit bij opa en oma Big. Peppa heeft gelijk. We moeten een andere weg nemen. Tja, dit kan nog wel uren duren. Ik weet een kortere weg. Tot ziens allemaal. Wij gaan binnen doorrijden. Tot ziens, Peppa. Succes! Mama Big rijdt nu binnendoor, zodat ze niet in de file hoeven te staan. Maar binnendoor is het nog wel hobbelig. Dit is leuk. Weet je wel zeker dat we goed gaan? Vertrouw me maar. Hallo eendjes. Wij rijden fijn binnendoor. Kijk, daar is de hoofdweg weer. Goed gedaan, Mama Big. Maar we staan weer achter Henkie's kraanwagen. Hallo. Welkom terug. Oh nee, dat binnendoorrijden is niet zo goed gelukt. Mooi, de lunch is klaar. En het belangrijkste van alles is dat de aardappels gaar zijn. De lunch is dan wel klaar, maar Peppa en de anderen zijn er nog steeds niet. Hallo, u spreekt met opa Big. We zijn bijna bij jullie. Maar het verkeer rijdt hier nog altijd met een slakkig hangetje. Van een heel erg langzame slak. Ze zijn er bijna, maar ze staan nog steeds vast in de file. Arme schatten. En het eten wordt ook nog koud. Ik heb een goed idee. Eventjes mijn kruiwagen halen. Wat is opa Big van plan? Oma Big, we laden die hele lunch in mijn kruiwagen. Ai, ai, opa Big. Als ze niet naar de lunch kunnen komen, dan brengen we de lunch gewoon naar ze toe. Kijk, daar zijn opa en oma. Met onze lunch. In een kruiwagen. Ahoi daar. We kunnen aan tafel. Is er genoeg voor Henkie en voor opa Hond? Mogen die ook wat? Er is genoeg voor iedereen. Hoera! Aardappels! Maar goed dat je zoveel aardappels hebt klaargemaakt, opa. Ho, ho! Een echte Big heeft nooit genoeg aardappels.